Vandaag in de podcast. Zat gewoon die gast, of nee, de vrouw dan, die, ja. die vroeger een gast was. Ja. Die had van die andere de schedel gebroken. De schedel ja. gebroken op meerdere plekken. Ik bedoel, er was geen free fight, er was gewoon huiselijk geweld. Ja. ja. En die chick die zei aan het einde, ik ben nog nooit zo vreselijk hard geslagen. dit is niet normaal, dit kan niet. En dan heb je toch al je antwoord. Ja. Of mag je dat ook niet zeggen? Dat mag je zeker niet zeggen. Nou ja, ja, je mag het wel zeggen. Kijk, wij kijken er met een bepaalde blik naar. Met een mannenblik. Ja, maar het is ook gewoon logisch. Ja, weet je hoe die blik heet? Objectieve blik. ja, een normale blik. Ja, maar als ik op de bank ga liggen thuis en ik lig een film of met een serie aan het kijken, lig ik ook wel onder een dekentje. Ja, flikken op, Jordi. Lig jij onder een dekentje? Met een eindje in mijn hoofd. Ben je het serieus? Welke film kijk je dan? Ja, de Notebook. Bridget Jones. Brokeback Mountain. Ja, en dan ga je een kop thee drinken met twee handen. Ja. Creative. Ja, we zijn er weer. Yes. 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 Goed als een echte volledige boys-uitzending. Of, oh nee, dat kunnen we niet zeggen. Nee, wij zijn allemaal dingen. Want we gaan de genderneutrale aflevering opnemen. Ja, ik ben een hun. Ik ben een hen, ben ik. Yes. Yes, yes. Yes. Wat voel jij je, Reinier? Yes, yes. ja, we hebben in de vakantiesfeer, merk ik. Yes, yes, yes. Hola, hola. Hij voelt zich een positiviteitsgoeroe. Ja, goed. Voel me lekker. Ja, lekker, lekker, man. Nee, lekker, mens. Ja. Ik voel me goed. Ja, dat is lekker. Nee, maar ik vind het lekker dat het niet zo scheid heet is. Ja. Nou, dat vind ik wel echt een... Ik heb me vannacht anders echt helemaal de pleuris gezweet. Zo. Dat is niet te doen, man. Zo. Dat is echt niet te doen. En bij mij werd het boven, want ik heb dan... Ik heb drie etages, heb ik. Zo. Ja, zo. In Amsterdam. Wat zeg je? Dat heb je niet zo snel. Nee, klopt. Maar ik heb het wel. En... Ja, tuurlijk, je hebt het wel. Helemaal aan de rand van Amsterdam. Maar het was bovenste etage was gewoon 36 graden. Lekker, man. Jezus. Dus daar heb je niet warmer dan 24,5. Dus daar heb je kind gelegd. Nee, iedereen. Huilen, hier, nu heb je pas op de huilen. Iedereen ging naar boven slapen. Ja. Jij ging naar boven nog een beetje water op de stenen gooien. Ja, zanakje. Een Turkse sauna, man. Echt niet normaal, man. Ja. Maar nee, dus nu is het wel even lekker. En kan je even bijkomen. Ja. Dus, ja. Maar jij hebt zo'n airco, toch? Of niet? Oh nee, zo'n fan. Ik heb helemaal niks. Ben je creative, toch? Ik heb een airco. Daar zit wel een airco? Ja, daar zit ik met mijn ballen. Oh boven. Ja, natuurlijk. Ja. Dat hadden we helemaal besproken. Ja. Ja. Maar hoe warm wordt het dan bij jou? Nou, op z'n warmst? Ja, ik kan het wel soms afkoelen naar 22, 23 of zo. Als het echt 30, 35 graden is... Ja? Dan is dat wel maximaal. Want er staat hier soms ook al een volle zon op me. Ja, ja. Dus dan is dat wel heel wat als je hem naar 23 krijgt. Ja, want ik heb mijn ramen aan de achterkant, die zijn op het zuiden. En als het dus zonnig is, gewoon de hele dag de zon erop. Ja. Ja, dat heb ik met de slaapkamers. Ja. Bij mij zitten de slaap- en de werkkamer allebei vol in de zon. Ja, en de achterkant in het noorden. Dus dan heb je in de avond een beetje het zonnetje, maar wel de hele dag wind. Maar ja, het lucht wel een beetje door als je alles open gooit, hoor. Maar het wordt niet koeler dan 24,5 als het echt warm is. Ik zei tekenen voor me, 24,5. Ja, maar ja, maar één verdieping, hè. Je hebt er drie. Ja. Ja. Ja, het is echt... Toen ik het huis kocht, van die ramen, die zijn heel groot. En ik had dan zonnewering aan de binnenkant van die ramen. Ja. En het was al heel duur. En die man die zei van, ja, je moet dit hebben, want dit is perfect. En dit is iets van... Voor mij 3,5 rug heb het gekost bij elkaar. Wat werk voor geen meter? Om die dingen aan... Nee, nooit nog erger. Dus die zonnewering was aan de binnenkant. Maar op een gegeven moment, dat wisten wij niet, maar op een gegeven moment zat er opeens fucking grote barst in het raam. Ja, ja. Ja. Ja, maar we wisten dat dus niet. Dat, dus tussen die zonnewering en het raam wordt het nog heter.
Ja, en daarom moet zonnewering altijd aan de buitenkant. Juist, ja. En dan noem je dan zonne- of hitteschade of hittebarst of zoiets. Ja, ja een thermische barst. Oh ja, ja, ja. Ja, dus... maar, en het werd ook niet koeler eigenlijk ermee. Dus dat was ook een ding. Het werd er ook niet koeler van. Jij had gehoopt dat met een barst dat het allemaal koeler zou worden. Toch even door. Ja, dat zou grappig zijn dat de hele straat het anders had gedaan. Van, hé, ja, die barst, dat werkt echt. Oh, iedereen zou wachten in elkaar in de raam. Iedereen heeft zijn barst in de raam. Ja. Ja. Ja, ja, je hebt elkaar glas gebeld. Ja, dus, maar nu heb ik van die dingen aan de buitenkant en dat houdt wel iets tegen. Nou, en, weet je, met 37, 36 graden is deze tyfus warm. Ja, het houdt maar 2-3 graden tegen, echt niet heel veel meer. Nee, nee. Dus nee, ik ben niet echt blij. Van mij mag het echt vanaf nu tot met december gewoon regenen en ik ben helemaal klaar mee. Nog heel even 3 weken wachten en dan mag het allemaal gaan regenen en waaien. Oh. Maar jij hebt een vakantie, of niet? Ja, ik heb vakantie. Maar ga je niet naar Frankrijk? Nee, ik heb net het huisje, dus ik heb heel veel geld in het huis gestopt. Maar ik ga nu in november ga ik nog een weekje weg. Ja. En dan ga ik naar Kaapverdië. Zo, maar. Kijk, als het goed is. Kijk, dat zijn nog eens plekken. En dan... maar dan ook in de recreatie. Nee, ja, wel gewoon echt op vakantie. Via je connecties overhouden. Ja. Dat je zo met je vriendin... Kaapverdië met een komkommer hier eet, hoor. Ja, dat... Dan je met je vriendin uit over de poppers. Ja, nee, dat je met je vriendin daar aankomt en dan heb je allemaal chickies die dan zeggen: Hey Jordy. Hey, waar ken je die van? Ja. Allemaal chickies. Heel lang en heel veel verhalen zijn het. Allemaal chickies en één gast. Ja. Hey Jordy. Toen was ik heel dronken. Maar Danielle kan er niet bij zijn. Nou ja, waarom niet? Zoals we misschien zelf allemaal uitleggen, toch? Ja, als ze ooit nog terugkomt. Ja, want het laatste maar er is iets gebeurd en we gaan er nu niet verder over uitweiden, nee, maar nee. Het is een beetje verkeerd gegaan allemaal. Ja. Ja, dat is een beetje... Oh, ja, maar dat is wel grappig aan hier, want ik zat de vorige aflevering te editen en toen hoorde ik jou nog zeggen van het is heel lastig, je doet heel goed allemaal. Je bent echt een aanwinst, maar we kunnen niet zonder jou, maar gaan het wel proberen. Dat is wat dat gaan we vandaag ook doen. dat nu de luisteraar denkt, ze hebben gewoon echt de deur gewezen. Nee, we gaan, of ze erbij is volgende week, dat zien we alweer. Maar ja, nee, ik denk het niet hoor. Nee, even de boys onder elkaar. Ik heb die arts gesproken. Ja, dat is helemaal misgegaan. En Jordy gaat nog even naar kijken. Ja, ze is nu de bucketlist aan het afwerken. Ja. Hey, het is nu gewoon alleen maar vloeibaar wat ze naar binnen kan krijgen. Ja, dat is allemaal niet goed, joh. Dat arme kind. Maar goed, maar in de volgende podcast zullen we het daarover hebben. Ja. Ja. We ja. gaan het er nu niet over hebben. Binnenkort te zien bij Over Mijn Like. Ja. Die is wel heftig. Ja, dat kan niet, Jordy. Dat, nee, sorry. Maar ik vind het toch een... waard. Nee, we gaan het over genderneutrale scholen. En daarbij hebben we eigenlijk eerst even een fragmentje. Zodat mensen een beetje weten waar het over gaat. Want dit was afgelopen maand in het nieuws. Dat is dit verhaal. We zijn hier op de Verbinding. Het is een kindcentrum. Dat betekent dat de school van Connexus en Kion intensief samenwerken. En dat kinderen van 0 tot 12 jaar hier naar de kinderopvang en naar school kunnen gaan. Wij hebben genderneutrale wc's. Waarbij je aan de buitenkant niet ziet of het voor jongens of meisjes is. En waarbij de wanden aan de binnenkant wel aan toe zijn, zodat iedereen naar de wc kan. Ook de taal die wij gebruiken met elkaar. We hebben op school geen juffen, maar mentoren. Of iets van het zelfverzonnen taal. Dus niet meester Piet of juf Marieke, maar gewoon Marieke en Piet. Want wij weten ook niet of het nou meesters of juffen zijn. En hoe meer kinderen van deze school... Piet praat heel vrolijk. ...opgroeien met genderneutrale taal en genderneutraal gedrag... die spreiden dat dan uit op de middelbare scholen. En waar ze spreiden dan hun benen. En naarmate kinderen ouder worden... zijn ze ook wel steeds beter gewapend tegen taal die ze niet leuk vinden. En ach, kom op. Ze worden ook naarmate ze ouder worden natuurlijk ook minder kwetsbaar. Daarin. Ja. We willen juist proberen te voorkomen
dat het vanzelfsprekend is. Nee, maar jij zou een fragment instarten. Waarom heb je niet de hele uitzending aangezet? Nee, dit was het. Dit was het. Nee, maar dit was het. Dit was, maar weet je wel de definitie van een fragment? Ja, maar het was echt maar een minuutje. Maar ja, dat voelt natuurlijk heel lang als je denkt van, hé, wanneer komt het einde nou? Maar ja, en jullie willen graag praten, vooral Ranier, dat snap ik. Nee, we zouden het een beetje luchtig houden deze keer. Ja, dat is waar. Maar ik heb eerst een lezing, heb ik. Ja, we hebben een lezing van 3 uur en ja, dan gaan wij daarna praten. Maar ja, dit is echt belachelijk. En het begint al, vind ik, dat ze nou zeggen van, het is geen meester Piet of juffrouw Marieke, maar het is Piet of Marieke. En het is niet Piet of Marieke. Kijk, dat is gewoon, toen ik nog op school zat, noem je leraar bij zijn achternaam. Ja. Of in ieder geval voor- en achternaam. Nou, op de basisschool was het wel. Had ik een meester Peter en een meester Ronald. En een basisschool wel, ja. En vieze Willem. En, vieze Willem. Ja, vieze Willem en gore Piet. Ja, maar wij hadden bij de 2 Hermans bij ons op de basisschool. Ah ja. En die ene, die bleef dan Herman heten. Ja. En die andere, die was mijn leraar, dat was een hele aardige man, maar die was homo. Noemden we homo en, Herman. Nee, maar die noemde zelfs Hermanus. Ja, maar dat moet je niet met kinderen doen. Nee, dan noemen we het gewoon Anus of Heranus. Ja. Ja. Maar wie heeft dat ooit verzonnen? Een andere leraar of zo? Nee, zelf. hij vond zichzelf... had hij zelf bedacht dat hij Hermanus... Ja, hij heeft zichzelf gewoon als pester slachtoffer opgeworpen van, jullie mogen mij pesten. Dit is Hermanus, jullie... dit is het groene licht. Dat was net eigen beter dan poepgat. Ja. Ja, hij dacht van, anders gaan ze zelf wel dingen verzinnen, wat ik niet leuk vind. Ja, Hermanus vind ik wel leuk. Laat ze maar. Maar dat was echt fantastisch. Hij dacht zeker ook, nu ben ik ze te slim af. Dat dacht hij. Ja, maar dat was nog wel een andere tijd dan nu, hoor. Ik denk, die kinderen van nu, die tegenwoordig, die hebben nog wel een grotere bek dan vroeger. Ja, ja. Weet niet. Ik denk, het ligt eraan waar je op school zit. Kijk, als je bijvoorbeeld in Amsterdam-West op school zit. Dan eet je geen meester Piet of juf Marieke, maar niet gewoon tyfusleier, teringleier. Het is Zemmel of Boeler. Ja. Boeler Piet. Zemmer Piet. Wat? Ja. Kech Marieke. Ja. 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 Wij hebben geen meester juffrouw, we hebben Boeler en Kech. Ja. Ja, het slaat er helemaal nergens op dit. Maar het is kinderen voorbereiden op gepest worden op de middelbare school. Dat is dit. Ja. Op woorden die ze later misschien niet leuk zouden kunnen vinden. Nee, nou, precies. Nee, je kan niet alles afdekken. Want later krijg je homo of hetero of biseksueel, dat is geen scheldwoord. Er zijn meerdere woorden die pijn kunnen doen, weet je wel. Dus, zoals? Dat weet ik niet, maar gewoon... tyfusleier. Biseksueel is sowieso geen scheldwoord. Nee, maar tyfusleier, weet je wel. Dat kan iemand nog steeds zeggen, ook al zit je op een genderneutrale school. Ja. Maar homo, dat is wel een soort van scheldwoord ook. Ja, een flikker. Ja. Maar ik vind dat wel lekkere woorden. Flikker. Of flikkertje. Komt er gewoon zo lekker uit. Flikkertje, ja. Ja, dat is ook, ook wel iets wat heel veel... Ja, maar het is ook geëvolueerd. Het is gewoon een scheldwoord en niet zozeer omdat iemand een homo zou zijn of zo. Dat zeg je ook tegen een vriend van je. Ja. Nee, je vriend homo. Zeg je vriend, ja. Die flikkertje, kom eens naast me liggen. Ja, flikkertje. Zo, zal ik even lekker in je reet neuken, flikkertje. Maar Dave Patrick Laurij heeft daar toch ook een stukje over? Ja. Of dat hij respect heeft voor homo's, maar dat hij er wel heel vaak over nagedacht heeft. Want wat wil je nou altijd doen na de seks? Het vertellen tegen je maten. En nu ben je aan het neuken met je maten. Ja. Dus dan is het wel goed. Ja. Nee, maar ook dat je gewoon beter is als je door een gast gepijpt kan worden. Want dan, weet je, dan kan je gewoon even inmiddels bek slaan van, dat is niet goed. Dat kan de vrouwen niet. Kan me tik geven. Ja. Wat?
Wat is dit nou weer? Ja, dat heb ik niet verzonnen. Dat is, nee, ik ook niet. Gadverdamme, what the fuck? Ik denk dat je dat even wil gaan kijken. Het is wel een goeie. Speak, hoor. Het is wel een leuk stukje. Ja. Nee, ik weet het niet. Ik weet niet wat, of ik het daarmee eens ben. Nee. Ja, dat kan. Dat kan. Ja, maar ik bedoel... kijk, het is wel een scheldwoord, maar biseksueel, dat is geen scheldwoord. Oké, sorry hoor. En het duurt ook niet... veel te lang. Ja, vuile biseksuele... Het ja. Bekt ook niet lekker. Nee. Hey, is biseksueel. Nee, een flikkertje, dat is... dat bekt gewoon lekker. Ja, dat is... Ja. Of hoertje. Ja, maar en de homo... Hoertje, dat zeiden we wel veel vroeger. Ja. Ja. Nog steeds. Maar homo is ook gewoon... Ja, weet je, dat klinkt gewoon echt heel goed uit zo'n... Het is heel kort, ja, vol stadion. Een vol stadion die zegt... Hij is een kankerhomo. Ja, weet je? Nee. Ja, het klinkt ja, toch... Ja, maar je kan niet zeggen... Hij is een biseksueel. Nee, dat hebben die hooligans ook heel snel door. Van, nee, dit is een metrisch. Dit is niet lekker. Dit is niet... Dat is, als we gaan zingen... Hondenlul. Dat is ook wel... Ja, dat komt er gewoon lekker uit. Ja. Hondenlul. Ja, hondenlul. Die is altijd goed. Paardenlul. Ja. Is ook wel goeie eigenlijk. Ja, ja dat was toen Willem van Aardigem. Die schoot een keer zijn scheidsrechter uit voor paardenlul. Dat werd eruit geduurd. Ja, ja, en je had de klassieker van een voetbalsporter die tegen Marco van Basten zei... Pannenkoek! Ja, het werd helemaal kwaad. Ja, maar dat is wel echt heel goed en heel pijnlijk. Omdat gewoon, ja, pannenkoek, dat heeft heel veel lading op een of andere manier. Ja, pannenkoek, dat is ook heel lullig. Ja. Pannenkoek. Hey, pannenkoek, wat doe je nou, man? Wegkampioenschap, dat was het verhaal. Ja, hey, pannenkoek. En ik hoorde laatst ook een mooie, die heb ik al heel lang niet gehoord. Lul de Behanger. Oh, die is ook goed, ja. Die is goed, die is ook goed eigenlijk. Lul de Behanger. Ja. Die zei mijn opa vroeger altijd. Ja. Tegen mijn oma. Ja. Ja. En Flapdrol? Flapdrol, ja. Flapdrol. Flapdrol. Ja, ik werd daar geholpen door echt een of andere flapdrol. Die wist niet eens waar dat was. Ja. Ja. Zo goed, ja. Maar je kan wel bijvoorbeeld tegen je vader zeggen van ja, die ouwe van me of die ouwe lul. Ja. Dat kan wel. Weet je. Ja. Dat ligt eraan. Ik denk dat je dat tegen Frans Duits niet mag zeggen. Wat? Dat je als kind zijnde van Frans Duits dat niet tegen hem mag zeggen, want die wil graag dat zijn kinderen u zeggen. Oh, echt? Oh. Ja. Maar wanneer ben je nou, of heb je een oude lul? Wanneer heb je een oude lul? Wat is dat? Ja. Nee, maar ik, wanneer je een beetje begint te lachen, denk ik. Hoe bedoel je? Ja, wanneer je balzak... Als je kinderen hebt die dat tegen je zeggen van, hey, oude lul. Ja, maar op een gegeven moment heb je ook een oude lul. Ja, dat is als je ballen bij je knie aan, hè. Ja. Ja. Ja, maar ja. Wat is dit weer? Heb je een oude lul? Ja. En dan? Dat weet ik niet. Ik weet ook niet waar ik heen ga. Maar wat ik wel interessant vond, want op een gegeven moment, ze hadden het over die genderneutrale toiletten. En er was aan de buitenkant niet duidelijk of het voor de jongens of voor de meisjes is. Nee, ja, maar je wel als je binnen bent, weet je. Ja. Als je aan de muur vol met scheid zit. Maar bij transgenders ook niet. Ik zit op de transgender wc. Bij heel veel van die transgenders is het ook niet helemaal duidelijk wat het nou is. Is ja. Het nou dus als het niet duidelijk is voor je, dan is dat de wc voor jou. Ja. Ben je dat zelf ook nog niet uit. Ja. Maar, ja, maar je hebt het in sommige restaurants heb je het ook al. Dat je niet weet... Weet je, zit je nou op een man- of vrouw toilet? Ja, maar dat heb ik sowieso heel vaak. Dan heb je allemaal van die plaatjes en dan loop je te kijken. En dan denk je, ja, is dit nou een man of is dit nou een vrouw? Ja, het wordt steeds gekker met een pijltje en een rondje. Nog een pijltje en een jurkje. En een... Ja. En dat jurkje snap ik dan nog wel. Ja, een jurkje begrijp ik wel. Ik had dat jurkje begrijp ik wel. Ik moet gewoon een plaatje met twee dikke ballen. Ja. En dan weet je, oké, dit is een mannentoilet. Ja, ook dus niet. Grote, harde ballen. Dan weet maar dat heb je met transgenders ook. Die kunnen ook niet nog van die ballen hebben natuurlijk. Ja, maar niet met haar erop. Ja, tuurlijk wel. Ze hebben het gewoon nog een pik. Ja, maar die is erop gezet. Nee, een transgender heeft toch nog, kan toch nog... Ja, maar die mag er nog wel op, want dat is gewoon nog een man. Nee. Kijk, nu ga je dus. Nu ga jij heel erg fout in. Ja. Ja. Het is echt heel denigrerend dit.
Dit is niet goed wat je nu zegt. Nee sorry. Want je kan... Kijk, en dat is het hele probleem. Mensen zoals jij. Ja, ik ben het probleem. Ja. Daarom is het goed dat die scholder is. Omdat mensen zoals jij nog steeds rondlopen. En dan kunnen wij een goede opvoeding krijgen. Ja, maar dat is ook heel goed. Ouderwetse blanke mannen zoals jij. Ja, maar, weet je, die maar het is ook goed dat wij dit bespreekbaar maken dan. Voor dat doen wij. Wij maken dit bespreekbaar. Ja, maar nu kom ik weer op de goede kant. Ja. Heel eenzijdig, maar we maken het bespreekbaar. Ja. Nee, we moeten gewoon ophouden. Ik bedoel, dat was ook bij het geboortecentrum. Je mag ook geen zwangere vrouwen meer zeggen. Oh ja, dat zei je. Ja. Nee, het is nu zwangere mensen of mensen met een baarmoeder. Ja. Ik denk, over 10 jaar mag je nog ineens meer vrouw zeggen. Dan moet je gewoon zeggen, mensen die niet kunnen inparkeren. Ja, precies. Ja. Dat is waar het nu naartoe gaat. Ja, hebben jullie de nieuwste show van Bill Burr gezien op Netflix? Nee. Ja, ik moest wel doen toen ik ziek was. Maar die heeft echt een 20 minuten lange tirade over vrouwen. En dat hij niet bang is voor emancipatie van de vrouw. Ja. Omdat ze nog steeds mannen nodig hebben om het voor elkaar te krijgen. Hetzelfde met dat er een hele discussie is over vrouwenvoetbal en zo. Dat ze allemaal net zoveel moeten verdienen. Terwijl bijvoorbeeld de vrouwen nooit in een stadion komen met vrouwenvoetbal. En dat nog steeds wij daar naartoe moeten. En daar heeft hij echt een 20 minuten lang tirade over. Ja. En dat is echt goud. En dat is echt iets wat je wel moet zien als je een beetje dezelfde manier denkt als ik. Oké, goeie tip. Nee, maar het is ook zo met vrouwenvoetbal. Mijn vriendin die is niet zo van voetbal. Maar nu de vrouwenvoetbal is, het is niet dat ze opeens als een gek vrouwenvoetbal gaat kijken. Nee. Maar ze vinden wel dat ze net zoveel moeten verdienen. Maar dat komt omdat de mensen naar kijken. Ik vind dat als jij in het Nederlands elftal zit, dan moet je net zoveel verdienen. Dat vind ik. Maar ik vind ook dat... Dat het gewoon los moet worden. Dus er moet geen onderscheid meer komen tussen man en vrouw voetbal. Nee. Maak het gewoon ze moeten het Nederlands elftal halen, de vrouwen. Die moeten dus in het mannen Nederlands elftal verdienen. Als je er staat en je haalt het, dan vind ik het prima dat je net zoveel betaald krijgt. Ja, het hangt allemaal af van de sponsors. Hè? Hoeveel mensen kijken naar het mannenvoetbal en hoeveel mensen kijken naar het vrouwenvoetbal? Je kan het niet gelijk trekken. Nee, maar het gaat er meer om, wat Ranier ook zegt. Als jij het verdient om in het Nederlands elftal te staan, mannen, hè, als jij beter bent dan Van Dijk als vrouw zijnde, dan neem je zijn plek toch in. Ja. Maar ik heb nog niemand, ik heb nog geen vrouw gezien die dat niveau aantikt. Maar zelfs de commentators bij het vrouwenvoetbal, die stellen zich erop in dat het vrouwenvoetbal is en dat het niet om aan te gluren is. Dan lopen ze te kijken en dan is het echt een ongelofelijke kutbal. En dan zie je de commentator, jammer, goed geprobeerd. Daar kijk ik ook naar. Precies. Ja, maar ik vind het wel. Ik vind het wel beter worden vrouwenvoetbal. Steeds elke keer ietsje beter. Dan wordt het beter. Komt ook omdat er meer geld. Nu is het natuurlijk ook het geld gelijk getrokken en dan wordt het ook beter. Nee, maar het wordt wel gewoon beter. Maar het is nog steeds dat niet je niet matig luren. Ik denk gewoon dat je beter naar hoofdklasse kan kijken. Ja. Je kan nog beter naar een eerste klasse kijken. Ja. Wat zeg je? Je kan nog beter naar een eerste klasse kijken. Ja, ik denk dat het niveau daar nog hoger ligt. Maar nee, maar wat het is, ik heb laatst, het was een filmpje op TikTok volgens mij. Er was een vrouw die zegt van, hey, je zegt dat vrouwenvoetbal niet goed is. Kom een keer met ons meedoen dan. En dan komt er zo'n stukje van zo'n Australische team. Zo'n nieuwszender zegt van, het Australische vrouwenelftal heeft vandaag met 15-0 verloren van de jongens onder 15. Ja. Ja, maar dat is eigenlijk al een beetje point made it, weet je wel. Dat is gewoon... Ja. Zet een vierde klasse neer tegen het vrouwenteam en die winnen gewoon met 3-4-0. Ja. Maar er is één sport op de hele wereld, volgens mij, wat vrouwen beter kunnen dan mannen. Strijken. Uit de kut stinken. Nee, lange afstand zwemmen. Is het zo? Ja. Ja? Nou, in Nigeria of zo, of van die landen. Maar nu heb je die gek, die weet je ook weer, die Maarten van der Weijden. Dus misschien dat vind ik zo'n lul, hè. Zo'n media geile type. Ja, dat is ook een lul. Ja, weet je, die man niet. Oh. Ja, maar goed, maar hij doet het wel. Ik bedoel, doe jij het? En dan haalt hij het niet en dan krijgt hij nog een standbeeld. Ja. Maar hij heeft kanker overwonnen. Ja. Dus dan mogen we niks meer zeggen. Nee.
Ook met Lance Armstrong mochten we ook. Oh, geweldig. En dan hoop je gewoon zodat Maarten van der Weijden ook een keer gewoon erbij wordt gelapt. Heeft gebruikt. Ja. Ja. Het hele verhaal in elkaar als een kaartenhuis. Gewoon. Ja. Hij heeft gewoon zijn kopkabels gehoord. Had helemaal niks. Ja. Dus, maar dan even over transgender gesproken. Hebben jullie ook dat verhaal gelezen over die vrouwelijke... Of ja, nu, het was eigenlijk gewoon een omgebouwde man... Die een man is omgebouwd tot vrouw en die deed mee met zwemmen in Amerika. Ja, dat was heel hard. En die verbrak alle records. Ja, ja. Die mocht nu niet meedoen, want dat was niet eerlijk. Nee, maar dat is ook een verhaal. Ik heb hier een stukje. In 2016 heeft het IOC bepaald dat transgender atleten kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen zonder chirurgische ingreep te hebben ondergaan. De richtlijn bepaalt dat trans mannen kunnen deelnemen zonder enige restrictie en dat vrouwelijke... en dat transvrouwen vrouwelijke hormonen moeten gebruiken. Ja, maar, dus... er was ook met Free Fight was dat. Toen was ook zo'n omgebouwde die ook zo... Die wijf in elkaar. Ja, dan ben je gewoon eigenlijk een vrouwenhater. Free Fighten, maar die gast... Die zat gewoon die gast, of nee, de vrouw dan, die vroeger een gast was. Ja. Die had... Die had van die andere de schedel gebroken. De schedel gebroken op meerdere plekken. Ik bedoel, dat was geen free fight. Dat was gewoon huiselijk geweld. En die chick die zei uiteindelijk... Ik ben nog nooit zo vreselijk hard geslagen. dit is niet normaal. Dit kan niet. Dit kan niet. Nee. En dan heb je toch al je antwoord. Als een andere vrouw zegt van dit is belachelijk, dit slaat nergens meer op, dit is gewoon, weet je, hier gaan dooien vallen dan. Ja. Maar dan ga je echt heel ver in jouw haat naar vrouwen, dat jij zelf je laat ombouwen en denkt, zo, nu ga ik al die wijven allemaal slaan, want dat mag. En dan helemaal de tyfus inslaan. Ja, maar zouden nu ook alle medailles van Bruce Jenner worden afgepakt, of Caitlyn Jenner? Ja, dat is ook zo'n apart. Nee, maar toen was hij nog man. Hij was man. Maar hij is van man naar vrouw. En dat is eerlijk. Om het zo te zeggen. Maar je ziet ook nooit dat mensen die eerst vrouwen waren... het bij een mannensport gaan proberen. Ik ken die Maar dat kan ook niet. Nee, maar dat is dus het biologische aspect. Van dat halen ze niet dan. Nee, dat halen ze ook gewoon totaal niet. Dat er nog een stukje kut zit ergens. Nee, maar tuurlijk halen ze dat niet. Nee. Ik bedoel, dat is toch logisch? Ja. Of mag je dat ook niet zeggen? Dan mag je zeker niet zeggen wat ik nu zeg. Nou ja, je mag het wel zeggen. Kijk, wij kijken er met een bepaalde blik naar. Met een mannenblik. Maar het is ook gewoon logisch. Ja, weet je hoe die blik heet? Objectieve blik. Ja, een normale blik. Nee, maar het is gewoon... Het is met alle... Ja, met sport zijn mannen gewoon iets beter. En vrouwen zijn weer beter in andere dingen. Strijken, andere dingen. Koken. Nee, maar gewoon andere dingen. Vrouwen kunnen beter rijden dan mannen. Ja? Alleen niet inparkeren. Nee. Dus, maar rijden maakt minder ongelukken dan mannen. Ja. Dat is omdat er meer mannen deelnemen aan het verkeer. En die kijken beter uit, dus die rijden niet tegen ze aan. Maar uit elk onderzoek. Je hebt dingen met baby aan boord. Ja. Je hebt dingen met vrouw achter de stuur. Ja, en dan blijven mannen er heel ver omheen rijden. Nee, zeg maar. Dit is echt heel naar. Dit is discriminatie. Ja, bij mannen weet je... discrimineren. Nee, maar als er een gast voor je rijdt, dan weet je... Oh, ik kan wel bumper kleven, want die gast die weet ook wel hoe die moet rijden. Ja, het is hetzelfde als met skiën. Ik weet, heb je wel eens geskiet of gesnowboard? Ja, snowboard. Ja, wel. Dan weet je het wel. Als je achter iemand zit die kan skiën of snowboarden, dan gaat het een stuk makkelijker. Ja. Dan als je achter iemand zit die dat niet kan. Ja. Die doet hele rare dingen. Ja. Weet je, die gaat opeens heel onlogisch ergens naar rechts. Ja. Toch? Of naar links. En terwijl iemand die het heel goed kan, dan weet je, die doet dit. En dan kan je zo achter. Maar dat is met rijden ook een beetje zo. Ja. En het is van die onlogische beslissingen. Ja. Maar ja. Weet je, dit is ook wel weer erg discriminerend. Ja. Jegens vrouwen. Ja, maar dat maakt niet uit. Dit is een show waarbij alles kan. Ja, dat is waar. Maar ik vind, daar wil ik het over hebben, want ze hadden het over die school. Op die school hadden ze het over van, ja, bij ons, we gaan nu ook toiletten. Waar het fragment nog een keer horen dan? Ja, het was niet helemaal duidelijk. Nee, ik citeer... Het fragment. Nee, ik heb stukken opgeschreven uit het fragment. Oh, dus dat is beter. Citeren. Had ik misschien eigenlijk het eerder kunnen. Nee, ik had het ook eerder kunnen doen. Denk wel, van, nou, in het filmpje zeggen ze dit. Oh, echt waar? Ja. Maar dan hadden ze het erover van, we hebben afgesloten toiletten.
Dat is fijn, hè? Die maar ook die dan van boven en onder afsluiten. Want kennen jullie dat van vroeger? Dat had ik ook op mijn school. Had je zo'n wc en dan kon je met je hoofd onder. En dan was je aan het rukken en dan kwam er zo'n hoofd van een leraar. Van, hey, dat is lekker, hè? Vind je lekker, hè? Lekker. Ja. Weet je, dat is gewoon echt naar. Dat vond ik ook. Een hoofd van een leraar? Ja. Ja, dat meen je niet. Een hoofd van een leraar kwam onder de deur? Ja. Ik heb nog wel een leuk verhaal daarover. Oh. Er komt weer een anekdote aan. Deze is wel minder erg. Deze gaat niet over mijzelf. Oh, oké. Maar zoals jij weet, werk ik in de installatiebranche, zeg maar. Ja. En ik moest een keer een opname doen op een basisschool samen met een andere collega van mij. En dat moesten we doen om de capaciteit voor de warmtepomp te bepalen. Dus wat wij dan moeten doen is alle ramen mee kijken hoeveel ramen er zijn. Omdat er ook natuurlijk extra warmte of kou naar binnen komt voor de ramen. En moeten al die ruimtes inmeten en zulke soort dingen. Dus op een gegeven moment zijn er op een gang allemaal hokjes. En die collega van mij, die gaat zo'n hokje in. En die kijkt, oh, het is een wc. Eén raampje, oké, volgende wc. En zo door. Op een gegeven moment komt hij bij de derde of de vierde wc. Hij loopt naar binnen. Kijkt naar links. Ziet een deur. Ziet een raam. Hij doet de deur dicht. Komt echt 5 seconden later een meisje naar buiten gelopen. Nee. Van een jaar of 6. Met die trekt de broek daar buiten omhoog. Nee. Echt half huilend. Gezicht. Oh, ja, dat is cool. En hij komt echt naar buiten lopen. Zo van, huh? Hm? Nee, niks aan. Ja. Helemaal stuk. Ja. Ja, dat is wel voor beide partijen heel naar. Maar dat is natuurlijk, ja. Je kan op die wc's op basisschool, die kunnen heel vaak ook niet op slot. Oh. Zeker niet die deuren die helemaal sluiten. Die hokjes die kunnen wel op slot, die jij net zei. Ja. Maar die echte deuren die kunnen vaak niet op slot. Dus hij trekt gewoon die deur open. Oh. Ja. Je zit nog op de wc. Maar is het zo dat die deuren niet op slot kunnen als die echt helemaal dicht is? Nee, ja, ze kunnen niet op slot, want ze mogen zich niet opsluiten uit veiligheid. Ja. Ja. Maar hoe... Dan zie je wel dat hij rood is als bezet. Ja. Maar... Nou, hij was gewoon dicht. Er was niks te zien. Ja, oké. Okay. Maar moeten we daar ook niet vanaf, dat rood bezet is? Want waarom rood? Ja. Waarom niet blauw? Ja, dat wordt heel ingewikkeld. Nee, blauw is weer voor jongens, dat mag niet. En dit is wel ingewikkeld, licht. Maar ik denk dat dat nog ingewikkelder wordt. Ja, en groen licht, waarom is groen dan lopen? Waarom niet geel? Ja, maar ik snap het allemaal helemaal niet meer. Je hebt ook tegenwoordig van die filmpjes, dan is er zo'n jongen die loopt naar zo'n meisje toe en die vraagt, als wat identificeer je? Wat zijn jouw voornaam? Ja. Of voorlid, weet ik voor wat. Ja, hoe moet ik je aanspreken? Ja, she, her, en dan gaat hij de volgende, he, hen, ja. They, them, weet ik het al. Ik weet het gewoon allemaal niet meer. Nee. Ook dat je tegenwoordig kan aangeven bij als je een pakketje bezorgd wordt, de heer, mevrouw of iets anders. Ja. Iets anders. Ja. Ja, maar... ik had de laatste had ik doorgestuurd naar jou, Ranier, over iemand wilde een aanvraag doen of zo van een pasje of een rekening van ING. Ja. En stond er, nou, ik kan helemaal niet, ik kan alleen maar man-vrouw kiezen. Zucht, weet je, helemaal depressief gelijk. Ik denk, ja. Ja. Jezus, ja. Ja, het is wel, maar kijk, ook met de NS, het is beste reizigers. Ja. Ja, dat vind ik al heel erg. Dus, ja, maar het is wel lekker veilig. En kijk, natuurlijk, alleen wat ik zo irritant vind is met die Sam Smith. Ja, die noemt zichzelf een idee. Daar heb ik al een keer over gehad, toch? Met die zanger. Die zei zo van, die was helemaal boos dat een interviewer tegen hem zei, of het zei. Maar wat is hij dan? Ja, het. Hij is geen hem meer. Nee. Maar ja, hij was vroeger Sam Smith. Hij heeft een baard. Hij kleedt zich als een man. Ja. Vind je het raar dat iemand je dan als hem aanspreekt? Ja. Weet je, het is niet beledigend of zo. Het is niet dat hij hem aanspreekt als dikke lul of zo. Kijk, want hij eist echt excuses. Ja. En die interviewer, begrijp ik ook niet, die heeft gewoon excuses aangeboden. Ja, maar dat zou ik ook wel niet doen. Je hebt gezegd, het spijt me, Sam Smith, ik was onwetend. En vergeef me alsjeblieft. En ik zal je nooit meer als hem of aanspreken. Het zou nou wel leuk zijn, trouwens. Je had net ook zo'n, in dat filmpje zeiden ze toch ook van, ja, we hebben hier kinderen.
tussen de 8 of tussen de 4 en 12 jaar of zo. Ja, ja, zo. Ja. Dat zou nou leuk zijn als er zo'n Emil Ratelband kindje bij zit. Die zegt, ik identificeer me als een man van 65. Ja. Ja. Ik ben klaar met deze opleiding. Doei. Ik ben helemaal klaar mee, tyfus wijf. Niks meer te leren hier. Fucking leeftijdsdiscriminatie. Ja, maar het zou wel grappig zijn. Nee, als een volwassen man die naartoe gaat. Ja. Ik identificeer me als een meisje van 8. Dus ik wil nu gewoon... Ja. Ik wil nu gewoon rekenen. Ja. Ik wil dit wat meisje is de tafel van even? Ik wil verkering met Joyce van... Ja, hoezo niet? Ik identificeer me wel niet als een blanke man van 53. Ik heb helemaal geen baan. Ja. Nee. Hey. Ja, maar dan, het is al ingewikkeld, maar dit, ja, het kan allemaal nog ingewikkelder. En ik ben bang dat we die kant ook een beetje opgaan. Ja, ja. Maar het is ook een beetje zo van, kijk, die regels zijn gemaakt om het allemaal even ten eerste wat makkelijker te maken. En ten tweede is het ook wel zo dat, het komt ook uit de biologie natuurlijk. Ja. Het verschil tussen, ook met dieren, een mannetje en een vrouwtje. Weet je? En een vrouwtje die baart meestal kinderen of legt eieren. Ja. En wij zeggen, ja, ik identificeer me niet zo. Maar ja, kijk, die termen die komen ook uit de biologie. Ja. Dus het is, kijk, en met alle respect, als jij een man bent en je identificeert je als vrouw, nou perfect, weet je. Ik, het is echt niet dat ik een probleem mee heb. Ik bedoel, ik vind het alleen maar leuk en, weet je, doe hoe gekker hoe beter. Maar word niet boos als jij... als man wordt aangesproken, omdat je gewoon nog een lul en dikke bal hebt. Ja. En een baard. En een baard, ja. Ja, maar zullen er ook inderdaad in dierrijk, zullen er konijnen zijn die transgender zijn, bijvoorbeeld? Ja, maar je hebt toch wel... Poedels. Ja, poedels die fucken ze helemaal up. Want die denken van, wat ben je allemaal met mij aan het doen, joh? Ik ben een gast. En je maakt gewoon een van een travestiet van mij. Ja, moet ik je show gaan lopen? Wat is dit, joh? Je hebt toch iets van een kwal of zo? En die heeft toch een kut en een lul? Of mannelijke en vrouwelijke geslachtsdelen? Is dat kwal. Een kwal? Nee, dat is Albert Verlinde. Ja. Ja, dat is wel een kwal. Ja. En Mark van der Linde ook, toch? Mark, die is altijd zwanger. Ja. Is dat niet een Big Hairy Daddy of niet? Ja, dat is die, ja. Big Hairy Daddy. Big Hairy Daddy. Ja. Zit hij weer aan de coke? Ja, volgens mij wel. Die is wel afgeschreven. Ja. Maar ik vind, weet je, ik had ook op mijn werk had ik met een vrouwelijke collega besproken van, joh, ga ik het over genderneutrale dingen hebben. En dat zei ze, moet je doen. Ja, lekker luchtig. Lekker doen, man. Moet je lekker doen. Van mij niet meer lastig. Ja, dus... Je zit bijna dat jij je podcast over gaat hebben, man. Kijk. Kan je gewoon even... Sorry, joh, maar ik zit op de wc nu. Ja. Ik wil even van mijn boterham genieten hier. Van je podcast. Oh. Ja. En toen zei ik, maar ja, maar ik vind ook gewoon dat sommige dingen moeten gewoon wel blijven. Bijvoorbeeld dat... van die typische vrouwendingen, dat een vrouw zeg maar een rokje draagt. Maar dan moeten ze ook wel gewoon niet met die poten zo wijd gaan zitten als een vent. Ken je dat? Ja, maar dat kan soms ook wel geil zijn, vind ik. Ja, maar ik vind het goor. En dan zei ze... checkie draaien. Ja, dat een beetje. Dan zegt ze, nou ja, waar slaat dat nou weer op, zegt ze. Dus ze zegt, waar slaat dat nou weer op? Ik zeg, ja, dat vind ik. Ja? Maar ze zegt, maar dat maakt toch verder jou niet uit als iemand zo... Nee, dat is ook zo. Als iemand zo wil zitten. En toen zei ik, nee, het zijn de etiketten misschien. Dat is waar ik me een beetje... Weet je, je moet wel... Ja, je bent van een oude stempel. Ja, misschien wel. Ik ben gewoon een oude lul. Nee, maar een vrouw... Als een vrouw maar heb je ook een oude lul? Ja, ik heb ook een oude lul. Maar een vrouw moet ook vrouwelijkheid uitstralen. Maar ja, dat moet niet. Dat wil ik. Nee, dat moet niet. Er komt zo'n transgender aan, net zoals Nicky... Nee, sorry, hoe heet ze ook alweer? Nicky de Jager. Nicky Tutorials van 2,10 meter met een ademsappel van hier tot Tokio. Ik ben een vrouw. Dat als die op je knieën gaat zitten, dat je denkt bij jezelf, ga weg, joh, monster. Ja. Ja, hey, maar hoe heette die van vroeger ook weer, van Big Brother? Hoe heette die nou? Kelly. Kelly. Stel, die kwam even op je schoot zitten. Ja. Dat is toch anders. Nou, het was wel grappig, toch? Dat was Big Brother 2, was dat. En toen zat er zo'n leraar. Want het was een leraar die dan... Ja, die dacht van... Oh, ik ga even wat met haar proberen. En toen... En dan dat hele... Iedereen zat voor de tv van... Oh, gast. Ah, oh, nee. En dan helemaal trots. En dan... Ja, ik moet je wel vertellen. Ik ben de Kelly. Ik was vroeger een man. De mom. Ja. Maar dat was wel een ding. Dat was wel...
Ja, dat was zeker een ding, ja. Spraakmakend. Ja, spraakmakend. Dat was zeker een ding, was het, ja. Ja, maar dat was wel spraakmakend, twee. Maar kijk, alles nuancerend bij elkaar. Het maakt mij niks uit. Het maakt jullie ook niks uit. Nee, maar het ligt eraan. Kijk, bijvoorbeeld, je moet me er niet mee lastigvallen. Nee, maar ja, dat, maar dat is ook... Kelly, en, kijk, ik begrijp wel als... Maar stel, Kelly komt op je schoot zitten. Maar zei jij dan... en die is een beetje opgewonden. Ja. Ja, kijk, in mijn staat nu zou ik sowieso alles doen. Dus... als het een hartslag even niet al te koud aanvoelt. Ja. Nee, maar Kelly... Oh, oké, als je het moet kiezen. Kelly is wel Kelly of Caroline van der Plas? Caroline van der Plas die zegt... Trek me uit elkaar als een trekker. Ja. En die zonder checkstem. Duw me aan als een trekker die volgeladen is en geen kant meer op kan. Laat deze trekker even vol. Ja. Kan je? Ja. En snel een beetje. Ja, snel een beetje. Maar kies je dan toch voor Kelly, denk je? Ja, dan ga ik wel voor Kelly. Ja, maar dat bedoel ik, weet je. Het is, ik nee, niet, maar dat is ik het. Niet. Maar dat nee, is ook ik wel ook een beetje... niet. Ik niet. Ik niet. Ja. Ja, nee, maar dat bedoel ik. Jij bent gewoon een vieze, gore klootzak, dat ik het over mij zou zeggen. Ja. Nee, waarom nou? Wat jij wil, kijk, wat jij je vrije tijd doet, dat boeit me niet. Ik bedoel, dan moet je... Ja, maar het is toch raar. Ik heb het te lang door, nee. Maar het is toch raar dat jij dan weet dat ik Kelly aan ligt te douwen. Nee, maar ik bedoel, ik denk dat heel veel gasten dat wel doen. Ja, ja, maar met die Louisa Lamers? Ja, die is ook mooi. Maar kijk, het ding is, als je gewoon iets te lang naar hun gezichten gaat kijken, ja, dan zie je het wel. Ja. Ja. Maar het is ook wel heel kinderachtig om dan zo... Ja, kijk, dan gaan we dan zo lachen als schooljongetjes. Maar ja, kijk, dat zijn nog wel de mooie vrouwen, maar er zijn ook heel veel... Ja, dat mag je natuurlijk niet hardop zeggen, maar mislukt. Mislukt? Ja. Ja, als een transgender zo'n transitie ondergaat. Het lukt niet altijd. Nee, er zijn, en dat zeg ik al, heb ik al vaak gezegd in de podcast, maar ik geloof gewoon dat er ook mensen zijn met spijt, transgenders met spijt. Die dachten, dan ga ik me om laten, vind ik dat opbouwen is niet het goede woord, maar een transitie in. En dan word ik een mooie vrouw. En, maar daar heb ik ook met Chris over gehad. Hij zegt, ja, hoezo? Dat weet je. Je weet toch, als jij een lelijke gast bent, dan ga je toch ook een lelijk wijf worden? Ja. Ja, en dat is natuurlijk het is ook wel zo. Je kan niet opeens een heel lekker wijf gaan worden. Nee, maar dan maar neem je een beetje medicijn in. En dan denk je van, nou ja, kut, ik was toch eigenlijk wel een vent. Ja. Ja. Maar ik weet niet. Ik vind vooral heel lastig om te zien dat, dat heb ik een tijd geleden, was zo'n programma en daar gingen ze een meisje volgen van 7, 8 jaar of zo. En die ging al helemaal dat traject in en zo. En, ja, nee, dat vind ik ook zo'n dagboekje. Ook een beetje, ja, dat, ik ga nu naar het ziekenhuis. Ja, ja. Maar dan ben ik misschien ook heel ouderwets, maar ik vind dat gewoon, dan moet je wachten. Ja, je bent te jong. Je moet gewoon, dat is echt te jong. 7 is echt te jong. Ja. Kinderen, weet je. En, maar dat is gewoon het ding. En nu ook, nu gaan ze kinderen, gaan ze in een richting duwen van, weet je, er zijn geen gender, we zijn allemaal genderneutraal. Er is geen verschil tussen jongen en meisje. Laat kinderen nou gewoon, weet je. Ja. Kinderen zien het heus wel zelf. Het zijn geen debielen. Ja. Weet je, kinderen die zijn slimmer, die zijn dan in ieder geval slimmer dan die leraar op die school. Ja. Ja. Als die daarin geloven. Ja, maar vooral ook, nogmaals, wat die vrouw al zei van... Ja, dan willen we proberen om. Weet je, het is gewoon maar een proefballonnetje. Van, ja, we gaan dit onderwijs opstarten en dan denken we misschien... Ja, dus misschien eigenlijk is het gewoon een subsidie binnen te harken. Ja, maar het hele... Het is sowieso al, ze willen tegenwoordig zelfs kinderen een paspoort aanvragen voor hun pasgeboren baby. Maar ze willen niet zeggen of het nou een jongen of een meisje is, want dat moet in het paspoort komen te staan een X. Dat het iets anders is dan... Maar het is toch gewoon een jongen. Laat lekker op z'n 18e beslissen of het nou een jongen of een meisje is. Of die lul eraf gaat of niet. Ja. Maar valt niemand anders ermee lastig. Laat hem gewoon zijn wie hij wil zijn. Ja. Ja. Maar, en bijvoorbeeld... nee, laat maar zitten. Mooi gesproken, Jordi. Ja, ja, Jordi, ik ben er zo klaar mee dat ze alles en iedereen's wil op moeten willen leggen. Hetzelfde als je... tegenwoordig heb je er ook geen Jehovah-getuigen meer die bij jou aan de deur komen om jou te overtuigen dat je ook Jehovah moet worden. Hetzelfde met dit. Je moet mij niet willen overtuigen dat ik andere beslissingen moet gaan nemen dan dat ik zelf wil. Oh, maar je hebt die niet meer, die overgetuigen. Weet ik veel, maar voor mij hoeven ze niet te komen. Maar, stuur ze nu appjes. Maar het is zo. Je moet gewoon niet jouw eigen ding over willen dragen. Het is niet dat transgenders bij jou aan de deur komen. Nee, nou ja. Maar het komt op wij komen het woord van Nicky brengen. Ja.
Nee, maar het komt op heeft de televisie. Heeft u wel eens nagedacht over een transitie? Yes. Nee, maar... Nou, nu het zegt. Ja, nee, maar dat is toch hetzelfde als Sam Smith, zeg maar. Dat hij zegt van, ja, je moet mij niet aanspreken met hem. Of wil jij ook van je lul af? Ja, wil je ook van je lul af? En dan ik zal erover nadenken en ik krijg zo'n foldertje. Ja. Ja. Nee, maar ik bedoel dat je niet iemand moet woorden in zijn mond moet gaan leggen, zeg maar. Of een pik. Nee, dat is waar. Ja. Nee, niet die Sam Smith, zeg maar. Die zegt, ja nee, hem, dat hij er kwaad wordt. Nee, ja. Ik kan het één keer fout hebben, maar als ik jou niet ken en je corrigeert mij daarna één keer, dan is het gewoon goed en dan is het klaar. Maar je moet mij niet jouw wil opleggen dat het allemaal zo is en dat iedereen zo denkt. Je moet gewoon die mensen hun medicijnen geven en dan zijn ze weer normaal. Hoppa. Ja. Ja. Dat weet ik, dat laatste weet ik, daar ben ik niet helemaal mee eens. Nee, ja, vroeger nee, maar ik bedoel, als die mensen nou gewoon willen, laat ze gewoon lekker. Ja, maar vroeger, als een vent in een jurk liep buiten, en dat dacht iedereen, oh, wat een rare vent, en 10 minuten later werd hij opgepakt, en werd hij vastgezet met een dwangbuis. En tegenwoordig is dat allemaal normaal. Nee, daar ben ik niet mee eens. Hier in Amsterdam niet, hè? Nee, ja, daar in Amsterdam niet, maar daar zijn ze wel gekker dan nu. Ik weet nog, toen ik vroeger in de jaren 80 door Amsterdam liep, nou, moest weten wat je allemaal zag. Ja, maar het was alleen maar leuk. Het werd alleen maar leuker door. Ja, maar dat is het ook. Het is heel kleurrijk. Ja, maar dat was Gerrit de Travo. Ja. Wat zeg je? Dat was Gerrit de Travo. Je had er altijd één. Ja. Gerrit de Travo, nou. Nee, maar kijk, uiteindelijk... Kijk, je kijkt ernaar en het komt voorbij en het is dan weer... Daarna gaat het weg op de fiets en dan... Nou, dat was het. En ja, wat moet je ervan vinden? En laat iedereen. Alleen, kijk, wat natuurlijk ook zo is. En kijk, wij zijn nog wel... normaal denkende, weldenkende mensen. Wij gaan geen homo's slaan en weet ik wat allemaal. Maar niet? Ja, dus... weet ik niet. Een vrouw zou ik wel doen, maar een homo... Nee, dus, nee dat mag tegenwoordig niet meer. Lager dan stront. Nee. Onzin. Nee, maar dat is natuurlijk het erge. En voor die mensen is het een beetje een soort van opvoedkunde... Ja, misschien op zijn plaats. Maar je moet tegenwoordig met uitgaan ook nog uitkijken, hoor. Als je bijvoorbeeld wel een keer ruzie krijgt, die slaat iemand op zijn bek en dat blijkt een homo te zijn, dan heb je nog heel veel gedonder aan je broek ook. Ja, of dat het dan zeg maar een vrouw is, maar het was een gast. Ja, dat je dan precies. Helemaal de tyfus wordt geslagen. Ja. Zoals hij hier al zei toen, ja. Ja. Maar, kijk, even anders denkende, want ik ben ook van de nuance. Ik ben eigenlijk altijd... twee kanten. Je bent eigenlijk ook biseksueel. Ja, dat is een mooie brug. Nee, maar het gaat er meer om. Hoe erg is het nou ook wel weer van... als ze de mensen geleerd krijgen dat er meerdere genders zijn. Dus als een kind geleerd krijgt van... nee, het is ook mannen ding, vrouwen ding, transgender ding en dat. Ik weet niet of hij hier nog is überhaupt. Ja, ik ben er wel. Maar dat interesseert hem gewoon niet meer. Nee, maar ik bedoel meer, wat voor schade kan het toebrengen aan een kind, als een kind 5 is en die leert, of die gaat naar een genderneutrale school. Want de vraag is eigenlijk, zou jij je kind op een genderneutrale school... Ja, maar weet je wat het ding is? Dat er zijn, kijk, het is gewoon altijd, het gros is heteroseksueel en een man of vrouw. Het gros. Ik weet niet hoeveel procent van de bevolking het is, maar... Ik denk wel misschien wel 80-90% zoiets. Ja, dat durf ik niet. En je hebt altijd uitzonderingen. Ja, je hebt de norm. En de norm is mannetje-vrouwtje. Ja, maar dat is... En hetero en... Ik snap jezelf iets anders kan voelen als iets wat er niet is. Nee, maar dat bedoel ik niet. Maar nu bedoel je weer norm. Maar ik heb het gewoon buiten norm. Ik heb gewoon... Kijk, want ik bedoel, ik ben heteroseksueel. Maar niet omdat ik een norm volg. Nee. Ik ben heteroseksueel omdat ik dat gewoon ben. En als je homoseksueel bent, dan ben je dat ook gewoon. Niet omdat jij dan ook weer niet de norm gaat volgen, maar iets anders volgt. Dus dat je bent of je bent niet. Maar wat ik bedoel te zeggen is, het is altijd, het zal altijd zo zijn dat het gros is, laat me zeggen, gewoon heteroseksueel en een man of vrouw. Dus je bent altijd een uitzondering. Ja. Dus al als je nu, dus je maakt het bespreekbaar van ja... er zijn ook andere genders. Maar het is niet het gangbare, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Dus het zal altijd een uitzondering blijven. Dus wat je gewoon eigenlijk moet zeggen is, kijk, je hebt mensen, iedereen is anders. En sommigen zijn op seksueel gebied anders, andere mensen zijn weer op ander gebied anders. Maar we moeten er wel mee, gewoon normaal, proberen normaal met iedereen om te gaan. Ja. Ja, maar wat ik wel vind is, tegenwoordig plaatsen we iedereen en alles willen we maar in hokjes plaatsen. Ja. Maar
in theorie zijn we allemaal gewoon hetzelfde. En moeten we juist niet hokjes en muren bouwen, maar moeten we die juist afbreken en moeten we gewoon kijken naar de gelijkenis. Dat we wel muren moeten bouwen. Ja, voor sommige mensen wel. Nee, ik vind wel hokjes. Hoe meer hokjes, hoe beter eigenlijk. Ja, ja. Ja, ik ben wel voor meer hokjes. Ja. Ja? Ik vind eigenlijk nog dat er te weinig hokjes zijn. Ja, het is nu nog niet onoverzichtelijk genoeg. Nee, ik vind gewoon wel gewoon dat mensen gewoon, die moeten wel, kijk, sommige mensen die vind ik ook, die moeten gewoon in het hokje blijven ook. Ja. Die deur moet worden nooit meer uitgegaan. Ja, precies. Ja. Dus nee, daar ben ik niet mee eens. Ik bedoel gewoon, kijk, weet je, ik bedoel, nee. Ik ben niet dat iedereen maar gelijk is. En nee, dat is zeker niet. Zeker niet. Nee, niet iedereen is gelijk. Daar moeten mensen mee dealen. En dat is gewoon zo. Yeah. Maar ik heb nog een stukje trouwens, een fragment. Wacht even, dan ga ik heel even koffie halen, want dit doen we nu. Ja. Ja. Ik heb de hond uitlaten, staat jij nog wat in? Ja. Ja, maar dat gaat ook over een andere school, die heeft ook de wc's aangepast. Daar was ik al bang voor. Ja. De studenten op het Grafisch Lyceum Rotterdam hadden al de keuze uit een jongenstoilet, een meisjestoilet en nu dan het genderneutraal toilet. Het is een heel gewoon toilet. Het is een toilet met twee deuren, twee gewone wc-potten. Het begon allemaal bij de studentenraad die een verzoek kreeg om een genderneutraal toilet. Dat is een groep studenten die opkwam voor mensen die bijvoorbeeld in de LGBTQ+ community zitten. Dus ja, dat mensen het gewoon echt niet prettig vinden om naar een wc te gaan waar een mannetje of een vrouwtje pictogram op staat. Niet iedereen kan zich verbinden met zoiets. Niet iedereen voelt zich daar thuis. Sommige mensen voelen zich ook raar aangekeken als ze daarheen gaan. Ja, het verzoek verraste me op de een of andere manier. En ik was er ook wel door geraakt. Ja, luister. Want er werd gelijk bij gezegd, studenten voelen zich niet thuis. En toen dacht ik, ja, maar dat is niet de bedoeling hier. Je niet thuis voelen. En we hadden er nooit over nagedacht. Waar ook over nagedacht moest worden, was een symbool boven het genderneutrale toilet. En dan heb je ook te maken met de huisstijl voor de bestaande toiletten. We hebben natuurlijk gewoon een jongens en meisjes teken bij de wc's. Heel depressieve voice-over. En dan wouden ze niet een teken van een wc. Alsof die John van Heuvel had. Een wc-bril of iets, zodat het wel gewoon in de huisstijl blijft van het menselijk lichaam dat er al is. En met die beperking werden de ontwerpen gelikt en gewogen. En uiteindelijk kwam dit eruit. Nou, ja, hebben ze gekozen voor een X. Dit is een genderneutraal ontwerp. Een poppetje in de vorm van een X. Dat was lekker menselijk. X-gender. Menselijke vormen, en een X. Waar past het beter in de X dan hier zo? De reacties zijn goed. Er zijn mensen echt heel blij mee. Dit is echt iets waarmee je mensen heel veel gelukkiger kan maken op school. Ja. En dat is belangrijk. En dat is waar we voor zijn hier. Ja. Godverdomme. Ja, maar dat, wel die ding in voor iets korter. Ja, maar ik kan dit toch niet inkorten? Ja, maar deze voice-over hadden ze volgens mij over van Peter de Vries. In delen of zo? Ja, in delen. Een stukje van een minuut in delen. Het is nooit goed. Nee, maar wat ik wel grappig vind, dat zelf van sommige mensen voelen zich niet thuis. Ja. Maar wie voelt zich überhaupt thuis op een toilet? Ja. Dat is mooi dan. Lekker als je denkt, ik voel me hier echt thuis. Ja. Dit is thuiskomen. Als de mannen-wc vol is, hè, en je moet echt nodig zeiken, dan ga je toch gewoon met de vrouwen-wc, of niet? Ik ga per definitie een vrouwen-wc. Ja, schoner. Ik snap die hele discussie ook gewoon niet. Ik ga eigenlijk liever een vrouwen-wc dan een mannen-wc. Ja, die is veel schoner, maar ik snap die hele discussie ook gewoon. Maar het is ook relaxed, toch? Je hebt nu gewoon twee keuzes, eigenlijk. Dus je kan... drie. Maar als man, ja, tuurlijk, je kan altijd zeggen van, ik voel me als man zijn, en dan ga ik gewoon met mijn dikke lul naar een vrouwen-wc. Of naar die andere, ja. Dus je hebt eigenlijk drie keuzes, ja, dat klopt. Wat ik zo raar vind, is dat mensen, weet je, die plaatsen zichzelf gewoon in een hokje eigenlijk. Ja. Want je voelt je niet thuis op een mannentoilet, of je voelt je niet thuis, en ik voel me niet thuis. Dus, Even gaat zitten. Zit het dan niet lekker, wat is er? Ja. Ja, maar je hebt ook wel, als je schoen gaat kopen, dan denk ik, nee, deze zit niet lekker. Ja, zo ga je ook naar de wc, van nee, dit is hem niet. Ik ga even bij die transgender wc ga kijken. Maar vanuit de binnenkant ziet alles dit is thuiskomen. Uit. Dit is heerlijk, ja. Hier identificeer ik mezelf. Dit schijnt echt lekker. Die hele Chinese maaltijd van gisteren helemaal eruit persen. Ik ga hier zo thuis. Weet je wat, ik blijf hier een half uur op zitten gewoon. Ik ga even een krant pakken, wacht. Ja, dat je die deur zo open doet zo. Ja, dat je zo wapperen. Heerlijk jongens dit. Ik vind het allemaal een beetje doorslaan. Ja.
Nee, maar kijk, ik probeer toch die nuance weer te zoeken. Want stel nou dat je transgender bent, of je weet niet wat je bent, maar je bent in ieder geval geen man of vrouw. En dan, stel, ja, wat voor wc zou je dan normaal gesproken kiezen? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Als je over die toiletten gaat zeiken, dan ben je gewoon een wijf. Ja, dan ben je een wijf. Dus dan weet je gewoon wat je bent. Ja, dan weet je wel wat je bent. Precies. Ja. Want mannen zijn goed in staand plassen en vrouwen zijn goed in zitten zeiken. Ja. Ja. Wat boeit dat nou? Jezus, Mina. Ja. Ik heb trouwens wel zelf ontdekt dat ik... Dat je eigenlijk ook niet identificeert als man. Nee, dat ik zittend pissen gewoon wel ook relaxed vind. Ja, omdat je oud bent. Nee, maar dat, ik denk dat ik dat 20 jaar doe of zo. Ja? Zomaar helemaal. Ik ben zelf niet van, ja, je moet zitten of je... Nee, gewoon, ik dacht... Nee, maar dan... Maar dat is het ook in het leven. Je moet nieuwsgierig zijn. Dat je denkt, hé, wacht even, ik ga even zitten. Oh, dit is eigenlijk goed. Je wil gewoon nog... Je wil gewoon ik lig om te pissen, vind ik ook lekker. Ja. Ja, maar ik heb te pissen, ja. Ja, maar ik heb ook heel lang... Kinderen geleerd. Ja, maar op de rug, zo naar boven. Dan kijken zo. Ja, dat vind ik lekker. Dat doe ik nu al 5 jaar. Vind ik heerlijk eigenlijk. Nee, maar ik heb heel lang geprobeerd om staan te schijten. Maar dat is echt... nee, dat is geen succes. Dat is echt... nee. Dat nee? Is, nee, ja. Zo via je reed zo naar... Voert opeens je kuiten. Zo. Nee, dit is niet goed. Nee, komt er net niet lekker uit. Nee. Ja, het ligt eraan. Als je diarree hebt, moet je het niet doen. Nee. Dan moet je dat doen. Op de muur. No-go is dat. Ja. Dus, nee, ja. Maar je hebt het er ook met... bijvoorbeeld als je met een terras of zo. En dan bijvoorbeeld dat mannen die er onder een dekentje zitten. Oh ja. Ja. Ja, maar als ik op de bank ga liggen thuis en ik lig een film of ik ben een serie aan het kijken, lig ik ook wel onder een dekentje, hoor. Ja, flikken op, Jordi. Lig jij onder een dekentje? Met een wijntje erbij. Maar, ben je dat serieus? Welke films kijk je dan? Ja, de Notebook. Bridget Jones Diary. Brokeback Mountain. Ja. En dan ga je even een kop thee drinken met twee handen. Ja. Oh, en eerst blazen. Dat je vriendin vraagt, wil je wat drinken? Ja. En doe maar een theetje. Ja. Dan zeg je dan ook theetje. Ja, dan zeg je, wil je wat in? Ja, een zoetje. Ja. Wil je wat in? Nee hoor. Alleen maar liefde. Dan ga je zo op de grond zitten voor de bank. En dat zij dan een jaar gaat koelen. Zo 3 jaar. Ja. Ja, maar dat is wel. Zodra mannen een vriendin krijgen. Dan is er ook zeg maar 7 op de 10 denk ik. Die gaan ook zo wijverig lopen doen inderdaad. Oh man, dat kan ik ook niet tegen. Ja. En dat is Jordi. Dat is Jordi dus. Yeah. En zo'n theezakje. Gebruik die. Dan leg je hem 5 keer. Nee, die doe ik gewoon 1 keer. Een keer kan gebruiken. Nee, ja. Die tief ik in 1 keer weg altijd. Oké, okay, dus dat is wel een beetje mannelijk dan. Maar ik drink alleen op mijn werkthee. Omdat de koffie daar niet te zuip is. Ben jij echt waar? Ja, de koffie is echt zo smerig daar. Ja. Maar mijn baas, die doet dat dus wel. Die neemt een zakje en dan legt hij hem daarna op het aanrecht. En dan kan hij daarna nog een keer gebruiken. Nee, ik vind dat, ja, dat is ook niet, dat is ook een vrouwending, vind ik. Ja. Ja, vind je, aan het einde van de dag liggen er gewoon 10 zakjes op de aanrecht. Ja, want je vergeet hem elke keer. Ja. En dan is deze nou, heb jij die nou net gebruikt? Nee, je moet die. En dan zeg je, oh nee, die was toch van 3 weken geleden, sorry. Ja, zo goor is dat, jongen. Ja. Echt heel goor. Ja, koffie. Ik drink eigenlijk gewoon de hele dag koffie. Ik drink eigenlijk bijna nooit thee. Bijna nooit. Ja, ik heb van de week, van de week is ook weer, denk ik 3 maanden geleden ook opeens zwarte thee of zo. Want dat schijnt dan goed te zijn. Dan heb ik dat gekocht. Het enige zwarte wat goed voor je is. Ja, dat kan niet, Jordi. Het is echt een grens over. maar toen, want ik dacht, oh, dat is goed, zwarte thee. En toen heb ik het in mijn kast gedaan en ik heb het vervolgens nooit meer aangeraakt. Voor je het weet dat hij je witte thee ook gestolen. Maar waarom is het goed, zwarte thee? Vanwege antioxidanten of zo. Ja? Yeah? Zwarte. Maar jij drinkt ook gewoon thee voor antioxidanten. Nee, ik veel. Ik doe ook alleen maar... verlaagd bloeddruk. En verkleint de kans op een beroerte. Ja, je maakt je heel erg druk natuurlijk. Ja, maar ook op een hoge bloeddruk. Als je ouder wordt, dan ben je bang dat je wat overkomt. Dat je opeens kanker in je ballen hebt en kans op een beroerte krijgt. Ja, wat ik wel heb met thee, is dat thee met die smaakjes. Weet je, dan heb je bijvoorbeeld thee en met meloen en aardbei. Ja. Kijk, dus ja, die fusion. Oh, ja, dus ik denk, oh, weet je, ik vind meloen en aardbei vind ik altijd fucking lekker. Ja. Maar ja, op het moment dat het niet thee zit, is het fucking ranzig. Ja, het is toch ook een rare combinatie van, je hebt thee, dat is een drankje, en dan
ja, is het niet opeens een meloen of zo wat je zit te drinken? Hey. Ja, je hebt ook die, nu die Fusion, een thee van Pickwick. En dan heb je allemaal van die gekke smaken door elkaar heen. Ja, heb je haring kokos en ananas. Kokos ananas. Haring eendenbout. Ja. Haring zonder uitjes. Ja, haring zonder uitjes. Ja. En ze hebben ook al van die Winter Glow. Ja, ja. Met een dennenappel erop, alsof je dat loopt te zuipen. Ja, met een dennenappel erop. ja, nee, want mijn vriendin die heeft echt bakken met thee. En dat is... Ja, dat je zo'n assortimentsdoos hebt ook. Dozen. En dan dat je altijd, zeg maar, die goorse smaakje blijft, daar komt maar niet vanaf. Ja, nee. En dan komt er visite en dan, fuck it, die geef je gewoon die. Ja, net zoals met merci, weet je, altijd die met marsepein, die blijft altijd als laatste over. Nou, maar die vind ik ook echt niet te vreten. Nee, niemand. Jawel, die vind ik wel lekker. Ja, nee, dan hebben ze die voor jou erin gedaan. Heb jij die nog dan, Ranier? Wil je die dan bewaren voor mij? Dan, mij. Ik heb altijd die blauwe altijd als eerste op. Of ja, die met zwarte en witte chocola. Nee, die vind ik ook niks. Dan een hazelnoot, die groene. Die groene, die is ook wel lekker, ja. Ja, ik denk op de helft. Ja, maar je hebt ook bijvoorbeeld de mensen met bittergarnituur, die dan bijvoorbeeld de bami-hap niet lekker vinden erin. Maar die vind ik altijd het lekkerst. Bami-hap, die vind ik ook lekker. Ja, die is die goed, vind ja. ik het lekkerste. Ja. Die eet ik altijd het eerst op, omdat die altijd, ik denk altijd, die zijn altijd het eerst op. Ja. Ja, maar je zei inderdaad heel goed mensen, want we zitten nog steeds in de transgender thema. Ja. Dat dan alles denken mensen, hé, dit gaat helemaal niet over trends. Maar mensen die mayonaise bij de bitterballen doen, dat kan niet. Nee. Waarom niet? Nou ja, je moet gewoon mosterd. Ja, maar ja, weet je, stel mosterd is op. Nee. Nee? Dan eet je maar zonder saus. Jezus, ben je ook wel een beetje een... Ja. Ja, maar je hebt ook van die mensen die overal mayonaise bij doen. Ja. Dat is ook even normaal doen, toch? Ja, noem je Amerikanen. Ja. Ja, die vind ik wel overal mayonaise bij. Maar waar ik ook zo irritant vind, als bijvoorbeeld iemand op bezoek komt en dan zeg je van, wil je wat drinken? Of wil je koffie? Ja, lekker. Wat wil je erin? Ja, doe maar alles. Ach ja. Ja, wat is alles? Zo alles. Je kan maar twee dingen kiezen. Melk en suiker. Ja, nou, slagroom. Ja, maar ook, whisky, ook van die mensen die dan denken, kaneel. Die dan grappig zijn, dan zeggen ze, wat wil je erin? Koffie. Nee, dat kan niet. Je kan niet koffie in koffie. Nee, die grap klopt gewoon niet. Even normaal, gewoon... Echt jongen, van die mensen. Ja, je hebt ook dat als mensen op visite komen en als je een vraag wat wil je drinken en als ze aan jou vragen, dat ze dan jou vragen, ja, wat wil jij? Ja. En dan weet je gewoon, oké, jij wil gewoon iets met alcohol erin. Ja. Ja. Dat maar ook. Ook maar ook dat ze zeggen van, ja, wat wil je drinken? Ja, doe maar iets. Ja, maar wat wil je dan? Ja, doe maar eens fris. Ja, dat je naar de wc gaat en dan even dat ding vult met je eigen pis hier. Ja, dat kan rot op man. Zeg gewoon wat je wil. Ja. Ja, wat is dit? Ja. Ja, maar je hebt ook thee die er zo uitziet, toch? Als pis. Gewoon een lichte, geelachtige... Ja, dat is groene thee. Ja, groene thee. Ja. Ja, dat is ook niet te zuipen. Nou, maar dat lijkt me echt heel grappig. Of die sterrenmunt thee, dat is echt helemaal niet te zuipen. Nee. Nee, maar dat je. Die vind ik dan wel weer lekker. jongen. Zijn we het ergens over eens vandaag? Ja, maar gaan we nou echt serieus over thee door blijven praten? Ja, dat vind ik wel. Alleen maar omdat Jordi er een fragmentje over is. Ik denk dat we deze podcast gewoon eigenlijk voornamelijk laten tellen. Ik heb nog wel een leuk fragment over thee. Wacht even. Weet je, fuck die transgenders. We gaan het over thee hebben. Nee, want ik heb nog een... Een dekentje van Jordi. Ja. Ja, maar dan is je ook zo'n beetje te rukken onder het dekentje. Ja, dan kunnen ze het niet zien. Ja, als je op de bank zit en er komt zo'n geile scène met, weet ik veel, Scarlett Johansson, dat je een beetje in je pik laat trekken. Ja, dan kunnen ze het niet zien. Deze gaat zo, en dan zou je pik trekken. Ja. Nee, je moet een beetje tactisch denken. Ah, ik heb wel dat ik, bijvoorbeeld als je naar de kust gaat, de Zeeuwse kust. Of ander strandtentje. En dat je dan ga ik wel onder zo'n dekentje zitten. Zo lekker knus 's avonds. En dan zo bij een open haard en zo. En dan met je date. Wel met je eentje. Maar dan kan je gewoon vinger. Ja, met je eentje. Zo lekker knus onder een dekentje gaat zitten. En dat je dan zo naast je, dan zie je zo'n stelletje. Dat je dan die ene, dat die chick dan strak aankijkt. En dan gaat rukken.
Ja. Oh ja, dus, maar in je eentje op een strandtent zitten betekent ook dat je homo bent. Hè? Dan moeten er ook andere mannen bij je komen zitten. Is oh, dat is echt heel grappig. Ja. Onder een dekentje. Ja. Zo'n stelletje. Fijn, hè? We hebben het toch fijn samen. Ja, lekker weer, hè? We hebben het toch fijn samen. Oh, lekker. Nu komt er zo'n lekker briesje op. Ja, ja, ook zo, zijn jullie langzamer? En dan, oh, ja. Lekker. Ja, ik zit jullie al een tijdje te observeren, maar ja, je zijn wel echt leuk samen. Jullie zijn echt heel fijn samen. Ja. Ja, ja, maar dit, nee, ik ga... En dan dat je dan zo zichtbaar zo klaar bent... en dan zo opstapt en wegloopt. Fijne avond. Ja, hey, ik ook zo, fijne avond. Geniet ervan. Ja. Zo goor is dat, ja. ik ga niet onder een dekentje zitten. Nee? Nee, jongen. Ik ga gewoon maar die vuurkorrel zitten. Al vries mijn linkerbeen eraf. Ik ga niet onder een dekentje zitten, echt niet. Ja, jij bent zo'n typische trotse man, die niet... ik hou er niet van. Ja, maar je hoeft ook, voor mij hoef je niet onder een dekje te zitten. Nee, maar ik doe het niet. Ik vind dat je het wel moet. Als dat wel, dat je met Jordi maar Jordi heb jij dan wel? Komt, dat je met z'n tweeën onder een dekentje gaat zitten. Onder hetzelfde dekentje. Ja, samen rukken. Ja, ja. Oh, dat is pas intimiderend. Twee van die gasten die dan zo... Maar dat je echt gewoon op de bank zit. Oké, wat zullen we vandaag doen? Ja, zullen we naar de kust doen, mensen aankijken en dan samen aftrekken? Ja, of zullen we het gewoon bij ons op de bank doen? Al die moeite. Fuck it. Nee, maar dat heeft toch ook met mensen op zo'n scooter, die zitten ook om hun... Ook rukken. Ook met de rukkende scooter rijden. De rijdende rukker. Nee, ik begrijp wel van mensen die invalide zijn, want die voelen dat niet of ze te koud worden. Dus die zitten wel een dekentje. En die kunnen ook niet rukken, want die moeten rijden. Die voelen niks. Nee. Ja. Maar Reinier, wat heb jij dan wel? Wat doe je dan voor knus thuis? Als je het koud hebt. Knus? Ja, je hebt toch al dat je met je vriendin knusse dingen doet. Van, oh, dat is zo knus, lekker even... Geef ik een hand. Kaarsjes aan. Geef ik een ferme handdruk. Ja. Een box. Hè? Toffe gozer ben je. Ja. Een schouderklopje. Ja. Dan heb je goed werk geleverd, schat. Ja. Goed gedacht. Ik hou van je, schat. En dan zo'n schouderklopje. Ja. Nee, maar dat is toch altijd zo met... of ik heb dat dan met oud en nieuw. Als je dat dan viert met je ouders en zo... En dan moet je vader een hand geven. Dat is altijd zo ongemakkelijk. Ja. Ja, kijk, met moeders is het gewoon een knuffel of zo. En schat, en kusjes. En dan even een stevig knuffel. Maar mannen is het dan van... Ja, jij ook, hè? Dat is toch met mannen onderling of met je vader? Dat is met je vader is het een beetje ongemakkelijk. Ja, ja, maar ik vind ook dat je dan langs je buren moet ook. Ja, maar ook omdat je vader ook weet, weet je, dit is onzin, weet je al? Dat weet jij en dat weet ik. Dat moet mijn mama. Ja, weet je, je moeder die is emo, maar wij weten wel even gewoon normaal. Nee, want je vader weet, dit is onzin, want ik ken jou nu al bijna 40 jaar en weet je, volgend jaar wordt ook geen goed jaar. Ja, precies. Ik weet het, jij weet het, alleen je moeder weet het nog niet. Ja. Je bent gewoon een fucking kneus. Ja. Ja, maar je bent ik heb trouwens zo'n keer gehad, toen werkte ik ergens achter de kassa. En tijdens mijn studietijd, en toen zei hadden ze toen al kassa's? Ja, en toen zeiden ze, zei ik zo beste wensen. En toen zei mijn vrouw tegen mij, ja, jij ook hè. Dat je maar wat van mag maken of zo. Of dat, weet je? Alsof ik een of andere kansloze gast was. Het is wel heel denigrerend. Van, nou, die is goed. Die is goed. Dat je hier volgend jaar pijn, jongen. Zitten. Ja, maar de dingen pijn, die ze ook zeggen altijd. Ja, oh, maar dat is echt pijn, deed dat. Dat je denkt, ja godverdomme. Ja, die is echt uitleggen dat ik geen Mogol ben of zo. Dus, ja. Ja. Maar had jij het ook toen je nog... Ik heb zelf ook achter de kassa gewerkt. En dan moest je op die dagen rond oud en nieuw en kerst... moest je dan in nette kleding komen. Nee, dat hadden we niet. Nee, ik moest dan in een blouseje en een nette broek en nette schoenen... moest ik bij de Albert Heijn achter de kassa gaan zitten. Ja, ik werkte bij Brownies en Downies, dus had je dat niet. Dan moest je komen zonder snot op je broek. Wel even het kwijl weg te vegen. Ja. Jongens, voor één keer, god voor...
dag hier in het jaar. Ja, dat geeft me gol. Oh nee, wat is er weer wel. Nee, maar dat je ook achter de kassa zit, dat mensen zeggen van, heb je het bonnetje erbij? Nee, hou jij hem maar, hang maar boven je bed. Ja, oh, nee, dan schiet hem dood. Ja, ja, maar hè? Hang maar boven je bed. Ik krijg het toch niet terug van de belasting. Ja. Oh. Maar zeg je dat? Hang maar boven je bed? Ja. Ja, maar dat is echt een nare opmerking. Ja. Ja. Of, nee, wil je het bonnetje erbij? Nee, ik krijg het toch niet terug van de belasting, hou maar. Ja, ja of ja, hang maar boven mensen... je bed, dat is een nare opmerking. Ja. Ja. Ik kan jou boven mijn bed hangen. Ja, ik heb je vrouwen boven mijn bed hangen. Dat trek me elke avond op af. Ja. Nou, fijne dag. Ja, ik heb al 6 keer op de aflopen rukken. Ja. Ja. Maar hoer van je. Niet, ja. Maar tegenwoordig zitten ze ook gewoon op hun telefoon achter de kassa. Dus dan maakt het niet meer uit wat je zegt. Wil je het bonnetje niet? Nee, nee, dat zegt je vrouw ook altijd. Ik ben een korte werkdag dan, denk ik. Ja. Nee, ik heb ook wel eens dan kwamen ze dan naar je toe en dan zeiden ze van, als een product in de handen zeggen ze, zit hier alles in. Dan zeg ik, nou, als daar alles in was, in zat, dan zat er niet zo'n klein zakje. En dan ben je weer bij de hand, weet je wel. Zit hier alles in? Nee, maar mijn pik wel. Ja, ik heb ooit een keer, en daar schaam ik me eigenlijk echt nog steeds heel erg voor. Ik heb een keer een grap van Lebbes gebruikt. Nee. Ja, van Lebbes. Terwijl een klant zei van, die wilde het inleveren. En toen zei ik, ja, dat ding is, dat is niet meer geldig. En toen zei ik van, nou, als het, want die was 6 weken over de datum. Toen zei ik, nou, als het een kind was geweest, dan was het een miskraam. Of wat zei ik nou, joh? Of een abort. Nee, dan kon je ook geen abortus meer plegen of zo. Als het zo. Wauw. Ja, en toen dacht ik. Ja, maar toen was ik echt heel jong. Toen dacht ik, dat is heel grappig. Maar toen had ik nog niet een idee van context is zeg maar een ding. Dat je niet alle. Je kan nee, op het podium wel. Maar ze keken ook heel raar aan. Ja, ik denk, zelfs op het podium wordt dit lastig. Nee, oh, dat was het. Van als het een abortus was geweest, was het strafbaar geweest. Maar dat was dus uit een set van Lebbes. Want die had een boze brief naar een bankfabriek gestuurd of zo. Want zijn bank werd maar niet geleverd. En dat was 6 weken te laat. En nou, als dit abortus was er strafbaar geweest of zoiets. Ja. In die richting. En dat was heel naar. Maar ik voel nog steeds in mijn hoofd van, ja, dit kon gewoon. Ja, maar dat heeft iedereen toch wel. Dat je dingen gezegd hebt in een bepaalde tijd. Dat je jonger was. En dat je denkt, nu af en toe echt ineens ergens aan terug moet. Ja, denk ik, oh, kut man. Ja, ik wil eigenlijk zeggen, keer toen kon het wel. Toen kon dit wel, maar. Ja. Nee, ik heb dus een keer op een verjaardag van een vriend tegen zijn opa gezegd. Die zei een keer, hè, tegen mij. Dan zei ik, ja, voor rukken word je doof, hè. Dan denk ik van, tegen opa van een vriend. Ja, maar is dat erg? Nee, maar... Ja, tegen een opa van een vriend... Dat is nee, van het moet dus... erger zijn als je dat tegen zijn oma had gezegd. Ja. Ja. Hey, hoedje. Ja, kijk... Ja, tegen maar rukken word je doof, hoedje. Ja. Nee, maar echt erg is het niet, maar het is... ja. Nou ja, maar het is gewoon een beetje joviaal, toch? En het, opa is ook een van de... Ja, maar kende je die opa goed dan? Of was het de eerste keer dat je hem zag? Nee, ik kende hem al wel, maar... Nou ja, dat maakt het niet uit. Nee, ja. Had hij nog lang te leven? Nou, hij leefde daarna nog wel wat langer, ja. Ja, hij is pas een paar jaar dood. Ja. Ik was zelfs bij zijn begrafenis, dus ik ken je hem wel goed, denk ik. Echt waar? Toen heb je deze anekdote verteld. Dat is wel een mooie anekdote. Die heb ik echt stilgezwegen. En toen, weet je nog, toen zei ik, van rukken word je doof. En toen keek hij me aan. En toen zei hij, wat zeg je? Ja. Ja, maar hij dacht dat ik zei, van rukken ga je dood. En toen ging die. Ja. Een heel mooi einde. Ja. Ja, mensen, ik heb nog een kleine verrassing, want ik heb... Je hebt nog een fragment. Nee, nou, ik heb, zeg maar, vorige aflevering heb ik gemaakt met volgster Saya, omdat, ja, Jordi was ziek. Ja. Hè, Reinier, wat moeten wij weten wat er aan de hand was, of is maar, het... Maar, wacht even, dus jij hebt weer iemand anders? Ja, omdat Jordi ziek was, heb ik de Ex on the Beach aftertalk, heb ik... nog iemand anders gedaan? Ja, met Danielle en met dat meisje. Maar jij haalt iedereen erbij. Nee, wacht even. Is ze lekker? Nou, ze luistert nu, dus het is een leuk meisje. Nee, maar... nee, is ze lekker? Fan.
Nee, maar dat is echt een leuk meisje. Saya, die heeft dus de honneurs waargenomen van Jordi. Maar ja, dat is wel iemand die heeft ook al een keer eerder meegedaan. 2 jaar geleden met Chris erbij. Die heb ik wel geluisterd dan. Ja, dus die was er nu ook bij. En, maar dat was omdat Jordi ziek was. En Jordi was ook al niet bij met de Emiel. Nee, die heb ik wel echt helemaal gezien. En ik ga echt nog steeds tijgende verbazing. Ja. Maar wilde je nog wat over zeggen? Gewoon in 1 zin? Emiel Ratenband? Wat vind je? Nou, ik heb dezelfde denkwijze. Ja, als Reinier als die zit in de toffe peer. Ja, ik sta helemaal achter alle woorden. Oh, oké. Okay. Ja, maar ja. Emiel, we hoeven niet... Ik vind alle vrouwen ook die verzoeren. Ja, oké. Okay. Nou, dat is een mooi slotpleidooi als dat. Nee, we gaan het niet meer over Emiel hebben. Nee, maar daar komt er sprake in na de uitzending, dat ze de 1-ster reviews eigenlijk wel weer heel gaaf vindt en dat ze die mist. En dan krijgt het van meer mensen te horen. Ja. En ik dacht, in de gendersectie zitten we nu. Ik dacht, laten we die school, of dat kindcentrum De Verbinding, daar gaat het om, laten we die dan reviewen. Hmm. En er zijn nog andere scholen. Hmm. Ja, dat klinkt enthousiast, Reinier. Doe iets leuks. Ben je het ermee eens, Reinier? Ja. Ja. Nou ja. Ja, dat past in deze lijn. Dan kunnen we het daar verder nog over hebben. Ja? Oké, okay, maar geen fragmenten meer. Nee, geen fragmenten. Oké. Okay. Ja, ik heb ook nog wel wat leuks. Oh, nee. Ja, wel of niet? Nee, ik heb niks. Nee, ik ga een fragment, maar dat mag niet meer. Nee, ik ga maar gewoon. 1-ster reviews. Ja, want de school waar het om gaat, dat is dus Kindcentrum De Verbinding. Dat is die in het nieuws kwam afgelopen of deze maand. Sorry, De Verbinding was heel veel slecht. Kan je dat nog even herhalen? Nee, dat is heel slecht, Jordi. Maar Sarah, die zegt, ze scoren 1,1 nu. Waarschijnlijk ook echt door het krantenartikel en alle andere dingen. Dus mensen vinden ervan en zegt Sarah Steenbok. Die identificeert zich waarschijnlijk als Steenbok. Die zegt, belachelijke visie, heel geforceerd. Laat kinderen gewoon kinderen zijn. Er is niets mis mee om een meisje of jongen te zijn. Dat is het natuur. Waarom moeten jullie het natuur tegengaan? Jullie maken het alleen maar verward, stelletje debiele. Ik vond het heel graag. Genderneutrale school, maar misschien een school is überhaupt wel handig. Ja, ja, maar mensen die heel erg in de astronomie en de horoscopen zitten, met Steenbok, die mogen voor mij sowieso al dood. Zo, dat is een statement. Ja, nee, maar dan ben jij, als je dit zegt, dan ben je vis. Nee, dat mag. Als je dit zegt, dit is echt een typische uitspraak van een vis. En ja, wat is je antecedent? Dat vind ik ook zo. Jij bent dit. En dan, als je ook gaat daten, ken je dat? Dat iemand vraagt naar je horoscoop of je... Ja. Mensen zeggen van, wat ben jij? Wat ben jij? En dan, en dan zeg ik tweeling. En dan zeg want ik ben tweeling. En dan zeggen ze altijd van, dan heb jij een gespleten persoonlijkheid. wat moet ik dan terug zeggen? Ja. Nou, wij vinden van niet. Ja. Hoe moet je dat? Ja. Dat is dus zo stom, hè? En, heel gespleten. Ik ben fucking gespleten. Ja, ik ben nu heel geil, maar dat kan zomaar over zijn. Je mond agressie en woede. Dan wil je nog even een kop koffie drinken bij me thuis. Ja, of wil je lekker bij mij schijten, want dan voel je echt thuis. Mijn wc is echt heel goed. Ja, ik heb een genderneutrale toilet in mijn huis. Ja. Ja. Er staat geen borstje over man of vrouw. Zo woke ben ik. Ik heb gewoon een genderneutrale toilet in mijn huis. Ik heb een invalide toilet in mijn huis. Ja. En ik ben nog eens invalide. Ja, maar dan kan het ook gewoon over zijn, hè? Als je bijvoorbeeld zegt, ik ben Steenbok. En dan, nee, dat gaat niet werken. Weet je, dan, Ben jij smerig, Ja. Nee, ja, maar het is altijd, weet je, maar ze proberen een beetje te voelen, een beetje af te tasten. Dat is het ding meer. Het is ook een beetje dat ze proberen, dat ze ben je spiritueel? Ja. Nee. Maar ben jij spiritueel? Nee. Ik ben gewoon tyfus schuil. Ja. Nee, maar, helemaal overslaan. Ik ben gewoon tyfus schuil. Ja. Ik voel dat... Ik geloof niet in... Ik geloof niet in een... Ik geloof in iets. Ik geloof wel dat er iets is. Ja, ik geloof wel in iets tussen jouw benen. Daar geloof ik wel in. Maar dat is het ding. Je moet altijd zeggen dat je spiritueel bent. Ik geloof dat er iets is. Ja, dat is ook zo mooi. Ik geloof ook wel dat er iets is, hoor. Ja, en dat je een ontdekkingsreis bent geweest naar jezelf in India.
Ja. Die doet het altijd goed. Ja. Terwijl dat is goor daar, jongen. Dat is niet normaal. Ja. In India. Nee, maar mensen die dan zeggen van ja, ik ga naar India om mezelf te zoeken. En dan vragen waar ben je er wel eens ooit geweest dan? Nee. Nee. Dan zeg je, ja, hoe kan je jezelf daar vinden dan? Ja, maar als je zelf al hier in Nederland niet kan vinden. Ja, en zoeken. En of dat mensen op zoek aan hetzelfde. En uiteindelijk vind je jezelf terug ergens in permanent op de bank. Met een zak chips. Ja, en met zo'n heel dik wijf naast. Ja. Naast je met op een t-shirt van. In mijn kut geen AZC. En je hebt de brommer naar de achtste klisma. Nee, de Tomos. Geen brommer, Tomos. Ja. Tomos, ja. Ja. Tomos en zijn eigen abortus, weet je. En met zo'n rieten mandje aan de voorkant. Als je een brei uitsteekt. Ja. Nee, met een hond erin. Ja, zo'n Albert Heijn tas. En die helemaal kapot is, want die hebt ze al 80.000 keer gebruikt en geen geld voor een ander. En een checkie in de bek. En heb je zo'n balkonnetje waar dan een Boeddha op staat. En zo'n plantenbak. Ja, omdat je spiritueel bent. Ja, alleen die heeft ze niet gekregen, maar die heeft ze zelf gekocht. Dus ze heeft altijd ongeluk in het leven. Precies. En dan ook zo'n katje die dan met die armdelen het heen en weer gaat zo. Ja, dat is uit China. Oh, wat erg, ja. Dat is echt een dingetje. En dan die gele zweetvlek op dat gele witte hemd van de. Ja. En dan love. Oh. Ja, en home en kitchen. Ja. Ja, home. Bedroom. Ja. Oh. Dus dat was Petra. Maar ik heb er nog een meer. Anaïa, die zegt, gadverdamme, dat dit nog mag in Nederland. Gelukkig is dit in Nijmegen en niet hier. Anders had het schooltje er niet lang gestaan. Nee, is ook mee, hè? Dat schooltje, ons... Ja, dat schooltje, dat had hier niet moeten... dat hadden ze echt problemen gehad. Nee, maar voor ons is Nijmegen toch eigenlijk al Duitsland. Ja, precies. Maar maar ik bedoel, dan heb je ook wel haat gewoon. Ja. Als je gewoon een school waar kinderen op zitten. Ja, dat je die dan gewoon helemaal gaat molesteren. Dan ben je ook wel eng, hoor. Ze heeft waarschijnlijk net gewoon een hele slechte Tinder-date gehad. En die moet even de frustratie eruit schrijven. Ja. Kijk, je kan zeggen, ik ben het er niet mee eens. Maar het schooltje had de schooltje niet lang gestaan, maar... Dan ben je ook echt wel een fucking psycho. Ja, maar ik denk als dat schooltje wel daar had gestaan bij haar huis. En dan? Wat gaat ze dan doen? Gaat ze dan naar dat schooltje toe? Gaat ze dan zelf met een... Ik denk dat ze die neutrale toilet helemaal gaat vol schijten. Ja. En dan niet doortrekken. Ja, of met een breekhamer gewoon de hele school tot de grond gelijk maken. Dat zal toch ook niet? Ik denk dat Anaïa dat niet kan. Ja, maar je kan wel een fik steken. Ja, dat kan wel. Ja, ja dat, daar zie ik er wel voor aan. Maar dan heb je nog Iglo 73 die zegt... Gestoorde boel daar. Je hebt mannen en vrouwen, niet gehersenspoelde wezens. Wat een tyfusschool. Ja, die doet ook dat goed, hè? Tyfus. Ja, maar Iglo 73, die weet waar hij het over heeft. Ja. Zou dat ook die man is van de Iglo-reclame? Die man met de... die baard. Ja, gewoon een hele nare vent blijkt te zijn. Een hele irritante... Ja, iedereen schoffeert gewoon, weet je, met zijn vis. Kaptein Iglo. Ja, Kaptein Iglo. Kaptein Iglo, ja. Die kinderen dan zo heel vrolijk. Varen. Lekker varen. Van mijn werk had ik laatst een opening. En toen kwam er een man, die kwam er een presentatie geven. En dat is dan een man van 65. En die lijkt eigenlijk heel erg op Kaptein Iglo. En later zei hij ook dat hij wel eens in zo'n reclame had gespeeld als... stand-in voor als die man ziek was, zeg maar. Ja. Maar dan is er een man van 65 die een ingestudeerd praatje komt houden in een glitterend goud pak. Zo. Maar waarover ging het dan? Ja, die ging met allemaal familie en mensen die er werkten en allemaal bekenden, ging die een ingestudeerd praatje houden over het nieuwe pand en samen met de eigenaar en wat wij eigenlijk deden. Terwijl iedereen die daar was, wist wat wij deden, omdat we er werkten of familie waren. Ja. En dan sta je er met 35 graden in een goud pak. Ja, en dat was dan Kaptein Iglo. Ja, dat was Kaptein Iglo, ja, ook echt zo'n baard en daar leek hij echt op. Maar dan zat je waarschijnlijk al vanaf minuut 1 te denken, ja, hij lijkt op Kaptein Iglo. En dat zeg maar de hele lezing door, ja, hij lijkt echt op Kaptein. Dat ik gewoon je aandacht is gewoon weg, volledig. Ja, maar je hoort alleen ook gewoon niet meer wat ze zeggen. Nee, precies. Je denkt alleen maar, ik heb trek in vissticks. Dat is eigenlijk het enige. Hij schrijft dus ook reviews. Ja, precies. Zo'n naar mannetje blijkt het te zijn. Ja.
Ja, nou, dan heb je W. Goossens, die zegt, je kunt de natuurlijke biologie niet veranderen. Dat is eigenlijk... Kort maar krachtig. Ja. Nee, maar dat is waar wij het ook over, waar ik het ook over had gehad in deze podcast. Ja. Dus precies eigenlijk wat ik al zei. Ja. Ja, maar je kan je chromosoom dus niet veranderen. Je hebt of XX of XY. Ja, ja, maar het is, ja, klopt. Ja. Klopt. Ja. Waarvan achter? Tommy, Jordi, dat klopt. Ja. Ja, en dan, klopt, nou, wat jij nu zegt. Maar we gaan even door naar de Montessori College. Daar was ik al bang voor. Ja, want in Nijmegen, die scoort een 3,6. En daar zijn vooral, ik heb een leerling die zegt, Fatih, die zegt, ik trek af op de kat van mijn oma door deze school. Ja, maar ja, die jongen die zit op deze school en je ziet het wat dat doet. Die school die is genderneutraal en die jongen is helemaal doorgedraaid. Ja, ja. Ja. Maar hij zegt kat, maar dat mag dan eigenlijk ook niet meer, want kat is mannelijk. Ja, maar het is een dier, dat kan op zich wel. Ja. Ja. En Daniel die zegt, de aula is altijd dicht, dus zitten tijdens de pauze zit er niet in. Oh, het is een middelbare school. Ja, Montessori College. College, ja. 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 En Hans Jansen die zegt, kinderen zitten hier op school, Anouk en Charlotte. Ja, ja, dat krijg je toch mee, weet je wel. Dan heb je een review wil je dan schrijven en hij heeft die school 1 ster gegeven, maar hij denkt niet, ik ga al allemaal kinderen eraf. Nee, maar hij zet ook gewoon Anouk en Charlotte, maar ja. Hij heet zelf Hans Jansen. Ja, dus en dan weet je gelijk wie het zijn, Anouk Jansen en Charlotte. Ja, hij denkt nog een anoniem. Ik zeg niet de achternaam van mijn kinderen. Ja. Ja. Nou, nog één school dan. Het Erasmus VMBO. Zullen we die nog even doen? Ja. Die scoort een 3,7. En dan hebben we Hans Klank. En die zegt, ik heb hier 4 jaar op school gezeten. En dat was nogal een ervaring. Ten eerste, je leert bijna niks, behalve bij de volgende vakken. Geschiedenis, Nederlands en economie. Bij de andere vakken zit je maar wat op je telefoon. En je leert niks bij die vakken als de docenten vrouwen zijn. Alleen de mannelijke docenten geven goed les. Ten tweede zijn de helft van de leerlingen racistisch. En de leraren doen er niks mee. Hij is seksistisch. Ja, hij is seksistisch. Dat mag, maar racistisch. Daar trekt hij al de grens. Oh, jongens. Ik even de reviews van mijn eigen middelbare school opzoeken. Kijken of er nog wel wat leuks is. Ja. Maar zou dat ook een ding kunnen zijn dat vrouwelijke docenten minder goed zijn? Hebben jullie ervaring? Nou ja, ik nee. Reinier, heb jij... Of dat je eigenlijk alleen maar geil zat te denken dat je toen wel een vrouwelijke lerares of een leraar voor je had? Christelijke scholengemeenschap, Jezus. Reinier, hoe was jij op school met de vrouwelijke docenten? Hoe was ik op school? Ja, als je een vrouwelijke docent had. Gel? Gel? Of waren jouw leraren niet zo... Ja, ik had één keer met een... er was toen een soort van in opleiding. Een Leo. Die zijn altijd het lekkerst. Een Leo. En dat was met economie. Maar dat was best wel een lekker wijf. En ik was toen ook echt... ook aan het trainen en zo en alles. Maar ik had wel het idee dat zij ook een beetje zat te loeren. Oh, naar jou? Ja, dat idee had ik. Maar ja, misschien het kan ook in jouw hoofd gezeten hebben. Wat zeg je? Het kan ook in jouw hoofd gezeten hebben alleen. Dat denk ik eigenlijk wel. Achteraf gezien denk ik dat bij 90% kans, of 99% dat alleen in mijn hoofd zat. Ja. Maar op een gegeven moment toen waren we aan het wachten. Van die klaslokalen moesten steeds worden opengedaan. Oh ja. Bij ons op school. Omdat allemaal dingen werd gejat altijd. Dus de leraar die had de sleutel. En wij stonden allemaal bij de ingang voor de dichte deur te wachten. En er waren een beetje het opscheppen en zo. En toen met een paar gasten. En ik stond met mijn rug, met mijn gezicht naar de deur stond ik. En die gasten die stonden aan de andere kant. Dus die stonden met de rug naar de deur toe. En ik zeg van ja, die, ik weet niet hoe ze heet. Ik zei dat wij het helemaal kapot willen neuken. Ja. En allemaal lachen die gasten. Ik zei, ja jongen, als zij bij mij in mijn slaapkamer komt, ik weet echt wel wat, weet je. En op een gegeven moment waren ze stil. Ja. Ja, en jij ging heel stoer doorpraten. Ja, maar ja, ze begonnen niet meer te lachen. Dus ik dacht, oké, is het niet meer leuk dan? Ja. En toen draaide ik me om en toen stond zij daar. Stond ze daar en zei, hoi. Ja. Zeg, hey. Hey. Maar goed. Ja, toen hebben we nog 4 jaar een relatie gehad. Ja.
Ja, dus dat, ja. Ik heb even de reviews van mijn school opgezocht. Eigenlijk de enige. En toen hadden we, en we hadden met wiskunde hadden we fuck, ik ben die namen vergeten. Maar, ook een, maar die noemden we altijd bolle kut. Oh. Want ja, er was Samir die zei van zijn bolle kut had. En ging op letten. En toen, ja, nee, eigenlijk hebben ze ook best wel een bolle kut. Ja. Het is zo'n bolling in de broek. Ja. Dus dat was gewoon heel veel schaamhaar. Ja, ja, en er was nog een andere en die hadden we opgesloten in het biologielokaal. Want van die grote kasten stonden altijd voor de deur. Oh ja. En die ging toen zelf al in het lokaal zitten en die zei, en wie het te laat is, die moet een briefje halen. en toen was er een gast die zei, kom, we gaan die kast voor de deur. Maar er waren van die grote, van die stalen kasten, dus die gingen voor de deur schuiven. En toen zijn we allemaal gewoon lekker, weet ik wel, naar de supermarkt gegaan. En dan echt zo heel hilarisch vertellen. Ja, en toen hebben we haar verkracht. Ja, nee, hilarisch. Nee, maar toen moest ze via het raam moest ze naar buiten. Oh. En toen hebben ze de enkel gebroken. Ja, en dan krijg je zeker nog zo'n preek van de directie of zo. Dit is onacceptabele kast. En dat je eigenlijk dacht met z'n allen. Ja, het was echt fucking grappig. Ja, we kregen nog een preek. De hele klas moest 2 weken lang om 8 uur op school zijn. Half uur eerder. En er was een andere chick nog. En die had iemand, Daan, heet die gozer, ik weet niet meer hoe die heet. Maar die had haar haar in de fik gestoken. had ze zelf gedaan? Om het, nee, die gast. Want dan zei oh. En dan zei de stoten die iemand anders aan. Zei, je moet er even wat vragen. En toen zei juffrouw, ik heb een vraag. Dus zei, oké, kom maar aan. Ja. En toen draaide zich zo naar hem toe. En toen stak hij met de aanstekende haar in de fik. Dat was heel erg. Ja, dat kan niet. Dat kan niet. Nu kan dat niet meer. Wat zeg je? Nee, nu kom je daar niet meer mee weg. Nee, nu niet meer. Nee. Maar in die tijd... Kon ja, gelijk in de TBS. Ja. Nou, dat heeft hij ook wel gehad, denk ik. Ja. Ja, maar de een verkoopt dus poppers bij jou op school. De ander steekt haar in de fik. Ja. Nee, dat is dezelfde. Hij maakte zijn eigen drugs. Ja. Oh ja. Ja, ja, de andere gozer, die verkocht het. Maar die zat niet bij de klas. Ja. Die zat niet bij de klas. En hadden we nog een drugscircuit. En we hadden nog een tienerhoertje. Oh ja. Maar daar kwam ik pas veel later achter. Te laat eigenlijk. Dat is al lang geleden. Ja. Ja, dat is kut, hè? Dat je dan, ja. kut, ik had haar gewoon kunnen neuken, gewoon. Ja, voor een tientje. Of een tosti bestellen, of ja. Aan. Nee. Maar ik heb even de reviews van mijn school opgezocht. Ja, maar je moet even... Maar we zijn klaar, Jordi. Doe ja, ja nee, ik heb alleen eentje gevonden. Nee, joh, dat zitten. Ja, maar Jordi, je moet even ik moet eerst mijn er nog afsluiten. Ik moet de mijn even nog even doen, anders gaat het fout. Ja. Want ik heb Maimi, die zegt... Deze school accepteert niet eens emo's. Emo's zijn dus het enige waar ik goed in ben. Maar dat is ook zo'n ding, met emo's. Ja, joh, ga lekker jezelf in je armen snijden. Maakt ja, het uit. Nou, emo's? Sorry. Ja, van ja, die emo's. Die snijden zichzelf, toch? In gothics en zo, die emo's. Oh, ik dacht emo's op je telefoon. Oh, emoties. Nee, dat was het niet. Nou, Jordi, even voor het afsluiten van jou dan even... Ja, dus deze heeft 4 van de 5 sterren gegeven. Zo. En die begint met, ik vond de middelbare schooltijd echt verschrikkelijk. Oh. Ja. Gelukkig maakte de docenten deze periode wat draaglijker. Voorzieningen waren prima. Het enige wat ik me nog kan herinneren, is dat de kantine altijd ontzettend druk was. Uiteindelijk was een groot deel van onze klas uitgeweken naar de lift. Okay. Ja, maar als je zegt de voorzieningen waren prima, dan begrijp ik wel, dan werd je gewoon fucking gepest. Ja, precies. En dan was je zo'n nerdig gastje. Ja. Ja. En er waren ook zo'n gozer en gingen bijvoorbeeld, we gingen ook graffiti spuiten en zo. Ja. En toen ik had met Bart en die vroeg dan een keer mee. Zei, hey Bart, heb je nou ook zin om mee te gaan? En toen zei hij, nou, ik heb hier geen animo voor. 13, 14. En dan weet je wel wat voor figuur. De voorzieningen waren prima. Ja. Nee. Ja. Dat kan niet, ja. Oké, nou, dit gaan we even afsluiten. Dit waren de reviews. 1-ster reviews. Ja, en dan zijn we toch wel een beetje bij het eind gekomen. Want ik merk dat Ranier, die is wel op eigenlijk. Hoe bedoel je? Ja, ik dacht dat jouw energie was er een beetje uit.
Nee, maar jullie maken soms van die rare opmerkingen en ik wil me daarvan distancieren. dus dan denk ik, ik ben gewoon heel lang stil ja. En dan hebben mensen het idee dat ik me ervan heb gedistancieerd. Ja, maar ook in het kader van, stel dat ik er een highlight van maak, dan hoor je jouw stem daar niet in dat stukje. Ja, klopt. Ja, heel slim van jou. Ja. Ik laat me niet voor dat karretje spannen. Nee, heel goed. Weet je, want jullie zijn seksistisch, racistisch, deze podcast. Ja, ik distancieer me gewoon van. Nee, dat klopt. Dat ja, is nee, goed voor jou. Maar voor de rest, ik ben fucking scherp. Ik kan zeker nog 2 minuten zo door. Ja. Die 1 uur 35, die maken we nog wel vol. Ja, en die review zo klaar. Ja, die zijn klaar, ja. Nee, ik wilde eigenlijk nog wel eens doen. Doe iets over een escort of zo. Ik heb mijn jingle afgesloten, jongens. Dan is het klaar. Dan kunnen we niet meer door. Ik heb wel... Ik kijk ook wel lekker. Ik geef deze podcast een hele goede review. Ging wel lekker. Ik heb natuurlijk deze vraag ook op mijn story gevraagd. Over, zou jij je kind naar een genderneutrale school laten gaan? Dan zei je 9%. Ik denk dat heel verrassend antwoord is. Nee, 9% zegt jazeker. Goed als dat er gaat komen. En, maar we zijn toch klaar? Je zei net, we zijn klaar. Ja, maar ik moet toch wel even terugkomen op de story. Anders dan denk ik... Ja, hoeveel man? Ja, wel, want dan kan ik zeggen van... luister ja, de podcast. Hoeveel mensen luisteren nou? Ja, dat nee, maakt niet uit. Heel veel. Ja. We gaan richting de 100.000. We gaan nu richting de 100.000. We zitten er op 75, maar we gaan richting de 100.000. Ja. Ik ben nu heel even, ik zat heel even op mijn telefoon. Ik zie een filmpje voorbij komen. Man poept bij de kassa van de Albert Heijn. Ja, nou, dus, maar ja, zie je, als er geen genderneutrale wc is. Dat het toilet is. Ja. Dan weet je niet meer waar mensen... Ja. Hij staat achter de kassa, gewoon iemand is hem aan het helpen. En dan doet deze broek naar beneden echt gewoon zitten. Ja. Maar als je moet, dan moet je, weet je. Dat is gewoon... En ze hebben gewoon ook wc-rollen en alles om daar schoon te maken, toch? Ik snap het probleem niet. Ja. Jongens, 68... Wat is het, 68%? Ja, die zegt nee, gewoon normaal doen. Vind ik nog weinig. Ja, en 25% zegt... 25% zegt misschien wel, misschien niet. En dan... Waar blijft die andere paar procent dan? Wat zeg je, Ranier? En die andere 7%? Heet jij Ranier? Ja, ik zeg Ranier. Ja, met de tweede naam. Kutopmerking, nee. Nee, maar we waren klaar, toch of niet? Ja? Ja, jij zei, we zijn klaar. Ja, maar jij had nog iets over zijn percentages. Ik, hè? Nee, ja, ik wilde nog heel even die stories doen, maar of die story, om dat dan te kunnen zeggen van tegen de mensen die het hebben ingevuld. Hey, we gaan in de podcast gaan we ook de story revealen, wat de score was. Ja. En dan gaan mensen kijken of zo of niet, waarschijnlijk. Je is 1,5 uur luisteren. Ja, precies. Voor die cut statement. En dan stoppen we de podcast. Ja. Maar eigenlijk na het einde. Ja. Dan komen. Ja. Of dat ze dan eerst moeten doneren en dan krijgen ze de uitslag. Ja. Ja, dat zou ook een goeie zijn. Maar we hebben het wel gehad nu, toch? Ik heb het helemaal gehad, ja. Ja, we hebben ik heb zin in een theetje. Ja, jij gaat lekker onder de wol. Ja. Lekker onder de wol met een dekentje en een theetje. Ja, en Brokeback Mountain. En stop je ook een tampon in je reet? Of? Nee, mijn vinger. Ja, gewoon voor de vorm. Gewoon voor de vorm even een tamponje. Tegen het bloeden. Ja. En zo zijn vinger in zijn reet. Ja. Heerlijk. Ja. Heerlijk. En dan is het echt weekend voor Jordi. Ja. Na vakantie. Ja, dat kan beginnen. Ja. Okay. Dit was hem. Hey, ja? Ja. Ik dacht je nog een fragmentje had. Ik zat er net lekker in. Zijn we nu ook klaar? Ja, ik kan nog wel even het eerste fragment nog even een keer doen. Wacht even. We zijn hier op de verbinding. Ja, het is goed met je. Kut. Nee, dat mag er niet, kut. Oh ja. Ja. Want kut is niet genderneutraal. Nee? Nee, kut. Nou ja, tegenwoordig kan een man en een vrouw kunnen ook een kut hebben. Dus dat maakt tegenwoordig niet meer uit. Kut, dat is gewoon heel... Vrouwelijk. Maar eigenlijk flapdrol, dat klinkt wel mannelijk. Maar dat kan eigenlijk ook als... Ja, maar ik vind ook niet dat je... Flapdrol kan je denk ik alleen maar tegen mannen zeggen. Ja, maar dat is gevoelsmatig, hè, denk je dat? Ja. Maar met pannenkoek ook. Maar lul de behanger ook. Ja. Maar je hebt niet kut de behanger. Nee. Nee. Ik ga even een mooi liedje als afsluiter.
Ja, dat is mooi. Mooi, Ranier. Ja, toch? Ja, vind je wel goed dat je er wel zo mee bezig bent met het thema. Ja. Nee, en nu heb je de hele... Ranier identificeert zichzelf als die man met die snor. Ja. Nee, ik heb dit is mijn voorbereiding van deze podcast. Ja. Ik denk, ik ga dit nummer ga ik gewoon ergens erin gooien. Ja, want kijk, als ik dan zeg maar het woord einde van de show, dan denk ik, ja, die moet ik erin. Nu, dat is de cue. Dat is de cue. Ben ik het vergeten? Dus ben je, dit is de belangrijkste inbreng van vandaag. Ja, Ranier zegt, dit is mijn moment, godverdomme. We gaan niet stoppen met uitzendingen voor my time to shine. Ja. Heerlijk, man. Ja, leuk. Ja, ik vond het een lekkere podcast. Als ik een cijfer moet geven... Ja? Dan doe jij even een review over deze podcast. Ja, dan geef ik het toch een 7. Kijk, ja, je hebt maar 5 sterren. Wat ik zei bij Tijd en Weile was het een beetje te ver, maar daar wil ik me toch wel van distancieren. Oké, okay, ja. Dat is wel, kijk, dat is niet ook, een beetje. Voor jou is wel lekker. Ja, maar voor jou is wel lekker, want jij, niemand weet hoe je heet. Nee. Weet je, niemand weet wat je doet, dus jij kan toch alles zeggen wat je wil. Ja, maar jullie ook. Ja, maar daar krijg je allemaal boze transgenders aan de telefoon. Of aan mijn deur. Nee, ik niet. Nee joh, niemand weet ook wie jullie zijn. Nee. Jullie heten helemaal geen Jordi en Ranier. Nee. Ja. Maar Danielle heet wel Danielle. Ja, dat is de enige. Die is ingetrapt. Ja. Maar, nee, het was een lekkere show. Maar wat ik wilde zeggen, het is wel slim om altijd te zeggen op einde... Nee, sorry hoor, ik distancieer me ervan. Of ik kan ook nu alvast mijn excuses aanbieden van... Oh, voor die opmerking wil ik sorry zeggen. Maar ja, hij zit toch wel in de uitzending, die grap. Nee, maar daarom. Want jij, ik ken jou en jij laat het toch gewoon in de uitzending. Ja, ik had alles erin. Dus daar wil ik eigenlijk ook al... Voor de podcast van volgende week wil ik eigenlijk ook al... Sorry. Van distancieren en mijn excuses aanbieden. Ja. Maar wel gewoon mee blijven doen ook. Ik ga vanaf nu gewoon elke aflevering beginnen met... Jongens, ik ga waarschijnlijk dingen zeggen die ik eigenlijk niet meen. Ja. Bij deze, sorry. Ik denk dat ik gewoon met Danielle verder ga. Ja. Ja. Nee, maar ik had ook met Chris op een gegeven moment... had ik... ik had op een gegeven moment... Ja, jongens, wat zijn die nou? Jongens. Ja, allemaal afsplitsingen van mensen. Ja, dan gaat die met die verder en die met dat. Ja. Nee, maar ik had met Chris had ik op een gegeven moment... de rectificaties zijn er om gemaakt te worden. Dat, weet je, als je dan gewoon dingen zegt wat niet klopt. Ja. Maar je gaat altijd dat te maken, want dat is de functie van de rectificatie. Ja, maar dan ga je zelf een beetje indekken en zo. Dat vind ik ook laf. Dat is laf. Oh, dat is dan weer laf. Dat maar gelijk niet rectificeren. Ja. Rectificeren. Nee, Oké, dit was de mensen. Tot volgende week. En dan is waarschijnlijk Daniel er gewoon weer bij. Ja. Maar je weet het nooit. Dat is een cliffhanger is dit. Tot ziens. Doei.